biko tranga no, li biko hebi no, ali mi lai so meni sorgu liden na insra na. No den tag you awa, e den ki sweet rana, pia la ya no man forbiti na pres pe umeta. Sai lì pra seri tu no mastrivi come ni war tu tati a sale guinti uno me archi so me ni ari sale u atra due busso sa utandu ai mi stranan mi love you. So lazy day at sa du ere no ben ya di casu a ti de na famide so para ve probieme a la dei ma lo vide na a la sei so lisa a vina fi fu lo vi di dendra pe so merine sai pra seri tu no mastrivi come ne vuol tu tanti a sale guinti un nome archi come ne ari sale u atra te bu sosso sa o candu ai mi strana mi lobi. Den tag you awa, e den ki sweet ranan, pi ala ya no man forbiti na pres pe umbetan. So meni netip sai ni prazeri, du no masrivi. O meni vortu tati, ap sale guiti, uno me archi. O atrapo e bussoso ai sa o candu ma mi strana mi love you. Goedemorgen vanuit Sweetie Suriname. Het is vandaag maandag 13 maart 2023. En ik roep u, zeg tot u een goedemorgen vanuit, nogmaals, Sweetie Suriname. Ja, nog steeds voor mij, Sweetie Suriname. Ik ga doen, hè, zoals Harry Jongloy deed. Arjimang in een foto. Abrawatra, awanspeunde, Radio 9. En waarom aan Biggie Odi? Waar u ook bent, waar u zich ook begeeft. Fijn dat u bent afgestemd bent op, dat u afgestemd bent op Radio 9. Mijn naam is Gloria Botse. En we gaan vandaag over actualiteiten hebben. Zoals we het over het algemeen doen. De mensen die vandaag jarig zijn. Hiep, 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 hiep. Hoeray! Hoe laat is de bruine bonen klaar? Dan kom ik eraan. Om namens Radio 9 u te feliciteren. Degenen die in het ziekenhuis liggen, een speedy recovery, de mensen die vandaag bij de arts moeten zijn en uitslag moeten hebben, ook heel veel sterkte en dat u heel snel weer gezond mag worden. De mensen in de gevangenis, ook aan u heel veel sterkte en dat u in het vervolg betere keuzes maakt wat vrienden betreft. No verdedig me los, maar no denk je dat ze me alles maar boem, want los maar no boem. En de mensen die een geliefde hebben verloren, ook aan u denken wij. En we wensen u ook heel veel sterkte. Met name aan de ouders van het meisje. Dat afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag, is doodgereden. 13-jarig meisje. Je moet er niet aan denken hoe ouders nu in totale verbijstering zitten. En totaal niet begrijpen wat er aan de hand is. En
Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Het leven gaat door, maar als je af en toe stilstaat wat mensen nu meemaken en welk verdriet zij zitten, nou, dan ben je dankbaar dat het nog bij jou redelijk goed gaat. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik ga je alvast vertellen dat ik nog steeds hoop heb. Ik heb nog steeds hoop en ik geloof nog steeds in het goede. Tegelijkertijd, nadat ik die hoop blijf houden, weet ik ook wel dat je zult gaan moeten werken aan veranderingen. Want alleen hoop gaat het niet doen. Je moet ook iets doen. Het is bidden en werken. Ik bid voor genezing of ik bid voor een gezond lichaam. Maar dan ben ik aan je alladee om mijn patat, om mijn frikandel of om mijn rijstbami, alesi, nangarewanati, om mijn softmeddringi. Dat nog kan. Dat is mijn biggie, jongens, goede gezondheid. Maar aan de andere kant, let ik niet goed op die tempel van mij. Dus het is een combinatie. Het geloof hebben dat het goed komt en tegelijkertijd is het een tweesporenbeleid. Werken ook eraan dat we gaan naar dat het waarheid wordt. Hè, die hoop. Dat we om gaan zetten in waarheid. Even kijken hoor, ik hoor mezelf een beetje slecht. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Want we weigeren te gaan voor defeat. We weigeren te gaan voor corruptie. We weigeren te gaan voor misleiding. Dus we gaan die andere weg opzoeken. En dan moeten we blijven proclameren. Blijven herhalen. En zeggen, het gaat beter worden. Het zal anders gaan. Want travas de. Toch? Ik heb afgelopen zaterdag, je weet, ik ben vorige maand begonnen met een broodproject. Nadat ik meneer Vismalen had gezien. En nadat het in de groep waar ik, een van de groepen waar ik zit, een oproep is gedaan door een schoolhoofd die zegt, ik heb elke maand 2400 SAD nodig om de broden te kunnen geven aan mijn schoolgaande kinderen hier. Toen heb ik gezegd, oké, dan wil ik wel helpen. En ik heb mensen, ik heb één maand betaald, Carmelita heeft één maand betaald, dus elke maand tot en met juli is gecoverd. Maar toen heb ik haar de vraag gesteld, hoe zit het bij de andere scholen bij jou in de buurt? Ze zei, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga het vragen in de groepsapp. En toen, ik zeg, vraag aan de andere schoolhoofden of zij dat ook brood nodig hebben. Nou, kregen we heel snel, kreeg ik allemaal namen en een aantal leerlingen. En ik heb toen dat benoemd, mensen hebben gedoneerd, dank u wel. En ik ben naar die scholen gegaan en ik heb brood geleverd. Maar toen dacht ik van, weet je, we moeten ook iets anders doen. Hè? Het is natuurlijk leuk om brood te leveren, maar je moet ook nog het andere beleid gaan aanpakken te werken naar die structurele oplossing. Wat is het probleem in het gezin? Dus ik heb toen gevraagd van, aan het schoolhoofd, kun jij de anderen vragen of zij bereid zijn om een keertje samen te komen en te praten? Nou, die vraag heeft ze in haar groep gegooid met de schoolhoofden. Iedereen was enthousiast en zeggen, ja, ik zeg nou, prikken jullie maar een datum. Ik zorg dat ik er ben. Dat was afgelopen zaterdag. Het was fijn om te zien dat er schoolhoofden zijn die zo betrokken zijn en die hun vrije zaterdag, want hoe ze daar om 10:00 zijn, toch nog zijn gekomen om te gaan praten over dit stukje wat er is over het brood, het tekort. Kinderen die zonder eten naar school komen. En tijdens het gesprek merkte ik dat er heel veel onvrede was over zoveel zaken. En ik ben natuurlijk daar gekomen dat van het brood te bespreken. Dus ik zeg op een gegeven moment aan ze van, hé, ik merk heel veel onrust, heel veel onvrede. Hebben jullie zoiets als een teambuilding, vergadering? Nee, dat is door COVID of na COVID of tijdens COVID is dat vervallen. Ik zeg nou, tijd denk ik om het weer op te pakken. Ik kan dit niet doen, je kunt met mij komen praten, maar weet je, zo manami. Is het niet tijd? Want wie pakt dit weer op? Zeggen ze, ja, niemand heeft het opgepakt. Zeg nou, dan zou ik jullie willen vragen, pak het op. Pak dit weer op en ga met elkaar regelmatig praten. Je hoeft geen toestemming te hebben van het ministerie van Onderwijs om met elkaar te praten. Dat lijkt me niet nodig. Als u aan een teambuilding moet doen met uw team, door te samen te praten op een zaterdag en te gaan kijken hoe kunnen we zaken beter doen. Volgens mij heb je daar geen toestemming voor nodig. Moet je het gewoon met elkaar doen. Je kan het hoogstens mededelen. We hebben aanstaande zaterdag een vergadering over de gang van zaken op school. En daarna gaan we met elkaar kijken wat kunnen we beter doen. Nou, dat ik geloof niet dat je daar toestemming voor nodig hebt. Anderen vonden van wel, maar ik denk het. Ik ben de beste stuurlui, dus daarbij. Dus ik denk nee. Als schoolhoofd merk je bijvoorbeeld dat er wat speelt
onder je leerkrachten. En het is jouw taak als hoofdverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat je team een eenheid gaat vormen. Dan is het jouw taak als verantwoordelijke om te gaan kijken wat speelt er en hoe kunnen we werken aan een verbetering. En toestemming vragen lijkt mij een sterk verhaal. Maar goed, Soumanami, zeg ik nogmaals, beste stuurlui. Dus wat ik heb besproken met de leerkrachten. Ik zei, kijk, als we de kinderen pas om 9:30 brood geven, ze zijn er al om 8:00, dan hebben ze van 8 tot 9:30, zijn ze sowieso niet bij, want ze hebben honger. Ze zijn misschien met honger opgestaan, de nokisa bereden en pas 9:30. Dus ik stel voor dat wij aan het begin van de klas, hè, zijn we op zo'n tafel, waar je dus de broden neerlegt en eventueel drinken. En water is heel goed, hè, mensen. Ik heb altijd al water gedronken, dus we kunnen nog steeds water drinken. Maar goed, stel dat je siroop hebt, of stroop, zoals die je noemen. En dat de kinderen bij binnenkomst alvast een broodje kunnen nemen. En die kinderen zijn van tevoren geïdentificeerd. Dus iedereen weet, van tevoren afgesproken, als jij binnenkomt, neem je een broodje en een glaasje water, of je hebt je eigen drinken bij je. Terwijl de kinderen dan eten, kan de juffrouw bezig zijn, het bord eventjes regelen, taekwondo sani even. Je geeft er 10 minuten, trek je ervoor uit. Binnen 10 minuten hebben ze hun broodje gegeten en wat gedronken en je start de les. De kinderen zijn dan op dreef, die hebben energie. Dus het lijkt me beter, heb ik gezegd, laten we het zo doen. En ik heb het dan ook gevraagd aan de leerkrachten, dus aan de schoolhoofden. Ik vind dat, zouden jullie ook willen checken wat is het probleem bij dat specifieke gezin? Dat moeten we in kaart brengen. Dat moet er zo'n zorgjuf, de meesten hebben een zorgjuf. Breng dat in kaart, zodat het helder wordt. Wat is het probleem? En misschien moeten de ouders alleen maar even geholpen worden om een aanvraag in te dienen bij SOSAVO of wat dan ook. Maar je moet dus een soort van tweesporenbeleid, noem ik het dan maar. We gaan in op die acute hulpvraag. Er is zelfs honger. Daar moeten we in voorzien. En tegelijkertijd ook kijken, wat is het probleem? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost? Dus je gaat ook nog oplossingsgericht werken. Dat vraagt wat creativiteit. En ik heb het vaker gezegd en ga het nog een keer herhalen. Ik vind deze crisis een mooie gelegenheid. Ik vind het een van de mooiste momenten. Klinkt raar. Was een van de mooiste momenten in onze tijd om te kijken wat is onze innerlijke gesteldheid. Hoe gaan we om met elkaar in crisis? Leren we elkaar helpen? Of ik bedoel, leren we elkaar echt kennen? Hè? Zijn er mensen die helpen? Of zijn er mensen die alleen maar ikgericht zijn? Een prachtig moment, nogmaals zal ik zeggen. Ik heb het gezegd tijdens de COVID ook. En nu zeg ik het ook weer om andere redenen. Maar nu is het een mooie tijd om elkaar te gaan versterken en samen te werken aan een oplossing. Los van de politiek, hè? Dat moeten we nog een ander keertje aanpakken. Maar goed, dit broodproject. Toen heb ik gedacht, weet je wat? Wie is vandaag jarig? Laat me even zien. Wie is er jarig? Ziet niet. Nou, wie is er jarig vandaag, mensen? Oh, Elton, vandaag 46 jaar geworden. Hiep, 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 hiep. Is de bruine bonen klaar? Elton, naar mijn longkontekking. Hartelijk gefeliciteerd namens Radio 9 luisteraars en kijkers. Oké, terug naar... toen heb ik dus gezegd van, weet je wat? Vanochtend, joh, je 16e anniversary, huwelijk. Geweldig, ook gefeliciteerd allemaal. Als er iets te vieren valt, dan moeten we ook blij over zijn. Want ellende komt vanzelf. Toen dacht ik van, oké, ik kan natuurlijk zeggen van, ja, ik breng die broden, maar het is natuurlijk gekkigheid. Hè? Dat moet ik niet doen. Ik moet natuurlijk, wat je moet gaan doen, is je gaat delegeren. Hè? Je gaat een probleem heb je geanalyseerd. Je gaat naar de oplossing zoeken en dan ga je voor de rest zorgen dat anderen het oppakken. Want anders ben je verkeerd bezig voor alles aan nijstreven. Zo gaat het niet werken. Jenny gaat even zeggen, anaiwoko. Oké, ik heb toen meneer Vismalen gebeld. Ik heb van de jufs, heb ik even gevraagd. Ik heb ze allemaal gevraagd, hè, van tevoren. Noteert u voor mij het aantal leerlingen? De naam van uw school, uw telefoonnummer, noteer dat voor mij. Dat hebben ze keurig gedaan. Ik heb 8 schoolhoofden briefjes gekregen met het aantal leerlingen. Ik ben gaan tellen. Ik kom op een bedrag van 300 broden dagelijks voor deze 8 scholen.
Ik heb toen gebeld met meneer Vismalen. U weet, ja, Cindy. Ik weet, u weet dat meneer Vismalen ook een bakkerij heeft. Een lokale ondernemer. Ik denk, ik ga hem vragen. Meneer Vismalen, hoeveel kost een broodje bij u? 4 SRD, zegt hij. En ik kan het leveren natuurlijk met vervoerskosten erbij. Want u weet ook, hier is benzine duur. Dus mijn idee is, ik koop de broden op bij meneer Vismalen. Meneer Vismalen zorgt dat al deze scholen hun brood krijgen. Ik zorg dan ook weer, ik ben al bezig, want de ondernemer had mij benaderd. Die heb ik vandaag een update gegeven over wat er speelt, wat ik nodig heb. Dus dan zou ik moeten zorgen voor pindakaas, jam, chocopasta, leverpastei en af en toe kaas. Als je die spullen geeft aan de scholen, dan zorg je dus dat de school zelf hun broden gaat smeren. Dat vraagt weer ook een stukje creativiteit en extra werk voor het schoolhoofd. I know, of voor de leerkrachten. I know. Maar nogmaals, er is crisistijd en dan moeten we alle zeilen bijzetten. Degenen die dat niet willen doen en ergens anders zitten en op een hoger torentje zitten, dat is hun probleem. De Bijbel zegt, wee degenen die onrecht plegen. Wee degenen die het slechte goed noemen. Wee degenen. Gods oordeel komt over hun. Anomie oordeel naar God. Dus kolibines madati. Maar kolukupe unukafini. Nu heb ik dus die oproep gedaan. Omdat ik dus die scholen wil gaan laten adopteren. Door mensen. Is ietsje makkelijker ook weer. Dan zeg ik bijvoorbeeld. Ik noem maar eens wat. Elton of Jeanette. En bijvoorbeeld Monique. Ik zie even wat namen. Cindy. Jullie gaan school A adopteren. Maandelijks is het geld. Zorgen jullie voor dat dit geld binnenkomt. Zodat zij kunnen draaien. Tot en met augustus. Want dan is de schoolvakantie. Ik heb inmiddels op mijn rekening €900 binnengekregen. Toppie. 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 Nou, ik kan dus aan de slag sowieso. Met dit samen met meneer Vismalen. Ik heb hem net gesproken. Wij gaan vanmiddag eventjes, want vandaag worden de scholen gesloten. En dan ga ik het uit de handen geven. De mensen kunnen ons nog steeds op mijn rekening storten, die van Nederland. Ik zorg ervoor dat die scholen het geld krijgen per maand en dat het gekofferd is. Dat is het beste. Ik ben in die zin dan niet meer betrokken door het brood te gaan brengen en zo. Want dat is, je moet op een gegeven moment ook uit de handen leren geven, hè? Anders trek je alles naar je toe en dat moet ik sowieso niet doen. Zo zit ik ook niet in elkaar. Dus je gaat samenwerken, want we moeten het samen doen. Wij kunnen zeggen aan scholen, wij kunnen jullie ondersteunen, maar gaan jullie ook moeten helpen. Jullie gaan moeten brood moeten smeren. Jullie gaan in kaart moeten brengen welke kinderen. Jullie gaan het probleem moeten identificeren en dan moeten gaan zoeken en kijken van wat is het probleem in het gezin. Dat vraagt me iets meer van u. Ja, dat klopt. Maar ook mensen geven iets meer. En dus we gaan het samen doen. Dan alleen kom je tot een oplossing. Dan alleen. En ik vind het geweldig. En ik heb ook nog 1000 SRD gekregen in mijn hand. En dat is ook al gebruikt om spullen te kopen. En heeft een meneer thuis gebracht voor mij van zijn moeder uit Nederland. Dit is het geld die bijdragen. En zo werken we samen aan een oplossing. Het is op dit moment, tot en met augustus, een stukje, klein stukje structureel. Dat ze er elke dag hebben. Daar wil ik naartoe werken in elk geval. En na augustus moet er gekeken worden hoe verder. Want waarom ik denk dat het beter is, ik ben samen met Rubien gaan zoeken op internet en gaan kijken van hoe doen ze het in andere landen? Want ook in andere landen hebben ze een probleem. In Amerika bijvoorbeeld. En in Amerika hebben ze ontdekt dat je liever vooraf de kinderen het brood kan geven, omdat ze dan helder zijn en energie hebben om de lessen te pakken. Als je ze pas om 9:30 geeft, dan hebben ze de hele ochtend ook al zo gehangen. Angrietje hier ding. En ik delegeer niet, maar ik coördineer. Dankjewel, Cindy, voor de toevoeging en voor de uitleg. Delegeren doe je echt als je een directeur bent of zoiets dergelijks. Dat ben ik dus niet. Ik ga coördineren. Zeggen, nou, kunt u dat doen, kunt u dat doen. Dus dat heb ik zo geregeld. Gecoördineerd met de mensen. In overleg nogmaals. Want dat is belangrijk. Hè? Niet dat ik mijn zin doordruk. Maar dat is dus de afspraak. Dat is dus de bedoeling. Ik ga vanmiddag verder kortsluiten met de heer Vismalen. En ik zorg ervoor dat er eigenlijk alvast morgen bij die scholen die zaterdag zijn gekomen,
brood wordt bezorgd voor die kinderen. En dan gaan zij verder met het identificeren van wat is het probleem thuis. En tegelijkertijd hebben we ook gesproken wat is er mogelijk wat warm eten betreft. Kijk, wat is er mogelijk? De schoolhoofden die gaan binnen hun eigen netwerk kijken wat is er mogelijk. En dan koppelen ze naar mij toe terug. Dus dat is een tweede fase. Maaike zegt, heel goed idee. Alleen heb ik vele keren ervaring dat personeel de spullen zelf naar huis meenemen. Zo ook hoe met mijn Asiana lag. Ik hoop dat het goed komt. Ja, dat heb ik ook gezegd aan de schoolhoofden. Dit is natuurlijk voor uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen geweten. En daarom moet je bijvoorbeeld niet ervoor zorgen dat je 5 of 6 flessen brengt. Iedereen moet poespoesulukumerki, dan weet je wan watra of je tatubatra. Dat kun je ook zo doen. Hè? Er zijn opties. Je kunt ermee spelen. En ik snap je, Maaike. Het is ook zo. Mensen nemen spullen mee. Ik weet niet van het onderwijs. Ik weet wel van te huis. En ik weet niet van onderwijs. Dus, maar je zou het kunnen indammen toch. En kunnen het beperken. De mogelijkheid tot. Zijn verschillende manieren. Dus dat is in elk geval dat stukje van school dat we hebben opgepakt. Ik dank jullie voor het vertrouwen wederom. En ik hou jullie sowieso op de hoogte. Want u weet het, bij mij is transparantie belangrijk en de communicatie belangrijk. Zo voorkom je ruis. Dan nog kun je ruis hebben hoor. Mensen kunnen eigen verhaal maken. Maar degene die mij kennen weten dan hoe het zit. Dat is belangrijk. Ik heb vandaag nog even contact gehad met de Esther Stichting. En ik ga straks even terug om een en ander duidelijk te bespreken en live te gaan. Ik heb al een en ander gehoord, maar dat ga ik nu niet bespreken. Dat gaan we later doen. En dus dat is wat het schoolproject betreft. En nogmaals, ik heb ook nog vandaag dus de update gestuurd naar die ondernemer. En die gaat van mij even verder kijken. En die zegt, hij koppelt terug weer naar mij toe. Ik heb hem gevraagd, want ja, je moet natuurlijk je moet je netwerk gaan inzetten. Ik ben opgegroeid in een gezin waar we aan netwerken deden. Dus het zit gewoon in mijn systeem. Dus ik heb die meneer gevraagd, hey, kun je dan in jouw netwerk checken of je groothandelaren hebt? Bijvoorbeeld, dan kan ik tegen een gereduceerde prijs misschien 10 flessen jam kopen of 20 pindakaas, whatever. En dat zou die doen. Dus zo doen we dat. Oké. <Okay. laughs> I'm gonna... Oké. Okay. Het beste is, kan ik iets betekenen voor de school op Latour 2, maar in verband met spullen die meegenomen worden, kan ook gedaan dat er niemand wat meeneemt. Ja, meneer Vismalen is op Latour ook al bezig. Zou je in contact met hem kunnen brengen om te kijken wat je daar kan doen. Wie is dit? Oké. Die ga ik even laten staan van deze persoon. Ik weet niet wat het probleem is. Sommige dingen moet je gewoon negeren. I bless you. I bless you. Dat is het beste wat we kunnen doen. In sommige situaties. When they go low, we go high. Dus dat is het stukje van het schoolproject. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik ben super blij dat de mensen ondersteuning bieden op een positieve manier. En niet alleen maar praten, maar ook nog doen. Want dat is wat er nodig is in Suriname. En het volgende waar ik het over wilde hebben vandaag. De bustarieven zijn verhoogd. Ik sprak met iemand die zei, ja, ik moet naar mijn werk gaan. Ik werk 4 keer in de maand. Ik kreeg 800 SRD. Vandaag zijn de bussenprijzen verhoogd naar 12,50. In plaats van 8 naar 12,50. En andere bus heeft zij 14,75 moeten betalen. Dat is een enkeltje. Gaat ze terug, hetzelfde bedrag. Dus je spreekt op een uitgave van 55 SRD. 1 persoon per dag. Gaat u na als je 3 kinderen hebt die op school zitten en ook nog meerdere bussen moeten pakken. Nou, dan is het bijna niet te doen. Wat gaan we dan krijgen? Kinderen gaan niet naar school. Want mama en papa hebben geen geld om de bus te betalen. Het is jammer dat het zo gaat. En ik snap het ook dat de bustarieven al veel te lang, heel veel jaren, daar niets aan gedaan is. Omdat ze constant subsidies kregen. Dat was ook niet goed. We hebben nooit gefaseerd geprobeerd van 1 SRD te gaan naar 1,50, naar 2 SRD. Het is omdat het altijd werd gesubsidieerd. Nu moeten ze meer, want ook de chauffeurs moeten betalen. Ook de chauffeurs komen met tekorten. Ook voor hun wordt alles duurder. Dus ik snap dat die verhoging er wel moet komen.
Alleen weer nogmaals ten koste van die samenleving. En als je vrij ver moet gaan, dan wordt het 150 SRD en 200 SRD voor sommigen. Ja. Broodjes en waren in school, moet denken aan mijn school in de jaren 60, Wenselschool. Ja. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Met wie spreek ik? Goedemorgen met meneer Theo. Dag meneer Theo. Ik zit even met een probleem. Waarom worden die bustarieven verhoogd? Meestal 8,50, 9,50. Rond het af, want als het 12,50 is, heb je een groot probleem. Want dan geef je aan die chauffeur 15 gulden en hij heeft geen dollar. En dan houdt hij die 15 hoor. Net als die 8,15, dat hadden we het probleem ook. Je krijgt maar een gulden terug en die 50 cent blijven ze houden. De overheid werkt mee, rond het af, naar desnoods naar 15 gulden. Of van 8,50 naar een tientje, of 12, of desnoods 15 gulden. Ja. Maar je komt niet met een 12,50 en dan geef je die chauffeur 15 gulden. En er is al een tekort aan wisselgeld. Dank je. Dank u wel. Ja, een terechte opmerking denk ik van de heer Theo van hey. Had het niet liever dan 15 SRD kunnen zijn of een 10 SRD dat je afgerond hebt. Maar nu, als de buschauffeur zegt, ik heb geen kleingeld, wat dan? Ja, dan zit je eigenlijk, dan wordt echt een probleem, ja. Dus hoe ze dat gaan oplossen, ik weet ook niet waarom er gekozen is voor dat bedrag. I don't know. Het is niet zo handig inderdaad. Ja, geen wisselgeld, ja, dan krijg je dat. Probeer universiteit. Wat even kijken wat iemand zegt. Rubien zegt: probeer universiteit te houden zodat de wisselwijze op elke school hetzelfde is. Ja, dat moet je dus overdragen als voorstel. Kun je dat doen naar de leerkrachten en het schoolhoofd? En natuurlijk is elk schoolhoofd vrij om te zeggen van nou wat voor haar school wel werkt. Dus ik snap het, die uniformiteit is belangrijk, maar aan de andere kant. Is het ook weer per school verschillend. Dus dan moeten zij eventjes op basis daarvan bekijken wat zij gaan besluiten. Oké. Cindy zegt, de broodjes moet men ook geven aan de kids van zwakke huishoudens. Zo is dat. Dus ouders moeten het echt aangeven. Sommigen zullen zich schamen, maar je zorgt er wel voor dat niet Jan en allemaal onnodig gebruik maakt ervan. Vandaar dus dat ik heb gezegd, scholen gaan het identificeren. Ze hebben alles al in kaart. Ze weten hoeveel leerlingen. Ze hebben 30, andere 25, andere 15. Dus dat weten ze alle die de zwakke huishoudens zijn. En dan, maar nogmaals, hoe komt het dat die zwakke huishoudens er zijn? Wat is het probleem? En kunnen we ook daarvoor een hulp zoeken via sociale zaken? Natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Goedemorgen met Gloria. U bent live in de uitzending. Ik luister nu naar je programma. Met wie spreek ik? Tot Glenda. Dag, goedemorgen Glenda, welkom. Ja, wat ik ook wil zeggen, dat ja. Van die ouders, hè. Het ligt ook aan die ouders. Als ze bijvoorbeeld 100 gulden hebben, dan gaan ze naar de casino. Ze denken, ze gaan het verdubbelen. Ja. Weet je? Dat is ook een heel grote rol, hoor. Ja. Die ouders naar de casino gaan. Ga maar kijken. Ja. Weet je? Ja. Het is verschrikkelijk. Het is voorgekomen dat een moeder een kind toch heeft gebrand om een stuk kip en één om een top ramen. Dus het is verschrikkelijk hoor. Ja. Dus het is ook, ik weet of die ouders ook begeleid moeten worden, weet je. Dus ik weet het hoor, ik heb geen woorden voor, maar wat jullie doen, jij en meneer Vismalen en anderen, God bless you. Dank je wel. God bless you, mijn schat. Dank je wel, dank je wel. Esther Stichting Guru. Ja. Ik wil bijna niks over Esther Stichting zeggen. Want Esther Stichting, het is een gedonder met aap op daar. Politiek gedonder. Ja. Er was een zomerdag die zo gestolen. Maar God weet je, ze vergeten één ding. Dat die man daarboven alles aantekent. En het is niet goed om met zulke mensen zo om te gaan. Alleen politiek vernietigt dit land. De minister zegt dat SST een dumplaats is. Werkelijk een dumplaats voor ABO. Met mensen die ongeschoold zijn. Wat is hun profiel? Je ziet zo aan die dame, man. Ja. Oké. Dat er een verandering komt, hoor. Dat ja. Ze op donderen. Ja. Echt waar. Dankjewel, hoor. Oké. Okay. Doei.
Ja, goed idee. Dus even kijken. Is het broodjesgedoe een pilotproject of is het blijvend? Want volgens mij heeft Suriname 40 scholen maar. Wanneer komen andere scholen aan de beurt? In Nederland ook nu projecten. De leraren smeren het brood en delen voor de lessen beginnen uit. Zie je? De overheid gaat het nu ook ondersteunen. Patricia vraagt, worden ook broodjes verstrekt aan middelbare scholieren? In mijn tijd waren er ook met medeleerlingen die geen brood hadden. Er zijn mensen die bezig zijn met, de kerk Logos, die gaat zich bezighouden met de middelbare scholen in hun buurt. En daarom heb ik op een gegeven moment ook gezegd, ik roep alle religieuze organisaties op. Kerken, tempels, moskeeën, wat hebben we nog meer? Die kunnen helpen in hun buurt, in hun, om te helpen om bijdrage te leveren aan de scholen. Als we juist in deze tijd van crisis helpen om te verbeteren, te zorgen voor verlichting, maar tegelijkertijd ook te gaan kijken, wat is het probleem? Daarom is het belangrijk om te identificeren wat het probleem is. Wat in elk geval zo is, dat de kinderen de dupe zijn van wat ouders juist of niet doen. Mag geluid radio met de bellers wat harder? Oké, Cindy, dank je. Ja, oké. Daar ga ik opletten. Maar, dus dat stukje van het broodproject hebben we dus nu zo. En ik hou u op de hoogte hoe of wat daarmee. Dus, dat is een situatie dat op dit moment aandacht vraagt. En dan kunnen we het met z'n allen doen, hè? Want samen staan wij sterk. Hè, dan, wat ik nu heb gedaan, ik rijd naar de scholen om te brengen. Ik ga zelf die spullen kopen, zelf smeren. Nee, dat moeten we terug gaan brengen. Dat de broden worden geleverd. De leerkrachten smeren. En de kinderen krijgen voor dat ze de lessen gaan volgen. Heidi zegt, goedemorgen iedereen, zegt Lorette. Goed, Heidi zegt, Gloria, echt waar, ik heb zo'n bewondering voor jou. Ik zelf raak zo ontmoedigd en verdrietig door alle toestanden in Suriname. Wil bijna niks meer volgen, maar blijf de hoop houden voor mijn lobby Stranang. I know the feeling, Heidi, maar we moeten hoop blijven houden, omdat hoop doet leven. En soms kun je ook ontmoedigd raken door reacties van sommige mensen, door bepaalde berichten dat je ziet, denk je van, die hebben het niet begrepen. Maar dat is juist de bedoeling eigenlijk, is dat de bedoeling is om je te ontmoedigen, hè? Dat je opgeeft. No way. We gaan niet opgeven tenzij mijn leven in gevaar is, dan moet ik een andere keus doen, maken. Maar we geven niet op. En er zijn meerdere mensen, je hebt mensen die het in stilte doen, en in chapeau. En ik doe het niet omdat ik zo laten wil zien hoe geweldig ik ben, maar omdat ik hulp nodig heb. Dus ik doe het en ik heb een medium ervoor gekregen. Dus zo doe ik het ook op deze manier. Je meldt ook goedemorgen, Marta, Lorette. Leuk hoor, het broodproject, maar het diepere probleem wordt over het hoofd gezien. Nee, Lorette, dat heb je waarschijnlijk net niet gehoord. Maar wat is volgens jou het hoofdprobleem? Of het probleem, en dat heb ik dus net aangegeven. Aan het begin moet dan een tweesporenbeleid. Je gaat in op de acute hulpvraag en dat is dus, er is honger. En tegelijkertijd moet je gaan kijken, wat is het probleem binnen het gezin en waardoor komt dit? Probleem is, want ik kan je wel vertellen wat het probleem is, jarenlange wanbeleid. Niet geïnvesteerd in onderwijs, waar we veel te veel laaggeletterden hebben. Mensen met veel kinderen, vaders die niet aanwezig zijn om een bijdrage te leveren. Geen investering geweest, jarenlang. In onderwijs, in onze gezondheidszorg. En dan zitten we nu met de gebakken peren. Dus we moeten jamabita. Kon jamabita together, kon je makandra. Maar ik hoor graag van jou, Lorette, wat volgens jou het probleem is dat wij over het hoofd zien. Kan ik daarop ingaan. Maar Heidi nogmaals, nolas bribi. Awins alibitranga. Awins faidangrami. Minolas salas ati. Biga gado almakti. O langawa anuyimi. Dat is waar ik geen geloof. Goedemorgen, Gloria, gezegende maandag. Leuk programma. Dankjewel, Sila. Dat bedoel ik met het diepere probleem. En wat is dat dan? Je bedoelt de situatie in de gezinnen of de situatie op het gebied van overheid en van regeren? En wat ik dus mis, is dat wij blijkbaar niet in staat zijn de hand in eigen boezem te steken. Wat ik mis, als ik vaker heb gezegd, is zelfreflectie en zelfreiniging. Het is makkelijker, hè, om de ander uit te gaan schelden. Het is zo easy te zitten achter je computer, hè, en van alles te zeggen over de ander. En zelf geen ene nikjes te doen, puntje te doen. Lekker makkelijk. Wat is uw bijdrage dan?
Het is lekker makkelijk om alleen maar te zeggen, het is de andere zijn schuld, in plaats van te kijken naar wat is jouw bijdrage geweest in het geheel. En ik ben daarvoor, want nu heb ik nogmaals, mensen die regelmatig luisteren weten dat ik ben voor die zelfreflectie en zelfreiniging. En pas als we in staat zijn om te kijken naar ons eigen aandeel en ook daarvoor verantwoordelijkheid te dragen, dan pas kunnen we gaan werken aan de oplossing. Subsidiëring is geen investering. Nee. Nee, want wat heb je gedaan dan? Holland, die legt voor mij uit waarom dat wel een investering zou zijn. Omdat je op langere termijn heb je alleen maar schulden opgebouwd en je hebt niets geleerd aan je samenleving. Nee, subsidiëring is niet een investering. Je moet gaan subsidiëren. Je moet eerst gaan identificeren waar zijn de zwakke plekken. Net zoals je in Nederland bij de sociale zaken, hoe noemen ze het? Sociale dienst gaat. Dan gaat een sociaal-maatschappelijk werker identificeren wat is uw probleem. Oh, u heeft nog een auto, u gaat het moeten verkopen. U gaat niet zomaar blijven leunen op een subsidie. We gaan ook kijken, wat is uw eigen verantwoordelijkheid, ook uw eigen bijdrage leveren. We moeten niet te veel wachten. Nee, subsidie is geen investering. Maar geef aan hoe jij dat ziet, dan wil ik graag daarover met jou van gedachten wisselen. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Goedemorgen mevrouw Gloria, tot de heer Nihora. Goedendag meneer Nihora. Ik wil even aangeven waarom het verkeerd gaat in het land. Ik heb het nu even over het broodproject. Hè. Daar anders gaan we te veel uitweiden. Dus even over het broodproject, hoe belangrijk het is om te helpen op scholen. U mag van mij even 2 minuten vertellen waarom het fout gaat. Gaat uw gang. Kijk, het is de hiërarchie dat moet volgen van het electoraat die we installeren. Het volk kiest voor een DNA-lid. Het volk kiest niet voor een president, nog voor een vicepresident, nog voor een minister. Ja. Volk wordt kiest voor een DNA-lid. En de DNA-lid kiest voor een president en een vicepresident. En de president installeert een regeerbasis. Ja toch? Mm-hmm. Een kabinet. En daar moet ergens opgelet worden door DNA-lieden. DNA-lieden zijn volksvertegenwoordigers, zijn de ogen en oren van het volk die daarop moet toezien hoe het beleid uitgevoerd wordt. Mm. Wat voor beleid eigenlijk gegeven is geworden door de regering, prioriteit gesteld is geworden, waaraan ze gaan werken. En dan moet de DNA-leden daarop toezien als het goed gelopen heeft of niet. En dan is de president, die de vicepresident, verantwoordelijk stelt naar de ministers toe. De ministers, die zijn van de departementen, die moeten gaan kijken naar de ambtenaar die de stoelen daarvoor vullen om te werken. Ze zijn gekomen om te werken. Dus elkeen heeft een taakstelling, hè. Mm-hmm. En daar loopt het mis. Wanneer je geen controle hebt en je weet niet hoe het gedaan moet worden, dan gaat het altijd mislopen. Men moet de hiërarchie kunnen volgen en werken zoals de hiërarchie jou voorhoudt. Ja. Elkeen heeft een beseffing om het te doen zoals het hoort. Is ordening is daar, weet ja. je. En als we dat kunnen doen, dan denk ik dat het probleem opgelost is. Dank u wel. Ik ga daar iets later in mijn uitzending over praten. Maar dank u alvast voor uw bijdrage. Oké. Okay. Yes? Okay, ja? Dank u wel. Wat ik dus heb gezegd, dat zegt meneer. Maar goed, het broodproject mensen is tot dan. Bent u al geïnformeerd? Zo ga ik het doen tot en met augustus. En daarna gaan we eventjes verder kijken. Dus het tweesporenbeleid heeft u begrepen. En dan gaan we kijken hoe we dat verder gaan uitwerken. Kijk. Zoals ik al zei. Als je werkt aan een land of aan een bedrijf, dan, kijk, je hebt competenties en je hebt kwaliteiten. Een van mijn kwaliteiten bijvoorbeeld is dat ik enthousiast ben, makkelijk toegankelijk ben en van werken hou. Dat is een kwaliteit, dat is geen competentie. Een competentie is bijvoorbeeld, dus ik ben goed in elektriciteit, of ik ben goed in rekenen, of ik ben goed in projecten schrijven. Dat zijn competenties. Je kan goed spreken in het openbaar. Je kan goed leiding geven. Dat zijn allemaal competenties. Wat wij dus in die jaren, 47 jaar, hebben gemist, is dat we niet zijn gaan kijken naar competenties van mensen. We zijn ook niet eens gaan kijken naar kwaliteiten van mensen. En eigenlijk, en daarom heb ik vorige keer ook hier gezegd, wij moeten gaan werken aan een profielschets. Elke politieke partij zou moeten werken aan een profielschets.
En dat betekent, u moet duidelijk stellen, wat vindt u of wat wil uw partij zien in een president? Welke competenties wil u daar terugzien en welke kwaliteiten wil u daar terugzien? Kunnen we bijvoorbeeld zeggen, de persoon moet ouder zijn dan 55 of moet hij jonger zijn dan 70, iets. De persoon moet sowieso de Surinaamse nationaliteit hebben. De persoon moet in staat zijn om te kunnen begrijpen, empathisch vermogen te hebben, leiding te kunnen geven. En al die dingen kun je als politieke partij alvast helder gaan hebben. Waaraan moet iemand voldoen die wij vinden als een president waardig, of een VP waardig, of een DNA-lid waardig, of een directeur waardig. Dat doen we dus blijkbaar niet. Want nu schreeuwen we met z'n allen een vrouw, een vrouw, een vrouw. Maar zonder enige onderbouwing. Want we kennen genoeg vrouwen die ook stelen, toch? En die corrupt zijn. Dus het gaat niet zozeer om de gender. Het gaat dat je die competentie helder moet hebben. Want nu roepen we allemaal als kuddedieren achter een uitspraak van iemand of van meerdere mensen. Nu moet er een vrouw komen. En wij met z'n allen, ja, er moet een vrouw komen. Ja, er moet een vrouw komen. Nee. Anders gaan we weer hetzelfde doen, toch? We gaan weer hetzelfde doen wat we al die jaren hebben gedaan. We kiezen dus zomaar tegen. Dus nu stemmen we weer tegen de man, is het nu. Eerst was het tegen Aaron. Toen was het tegen Weidebos. Was het tegen Pengel ook. Tegen Boutersen. Tegen Santokki. Kunnen we ook voorgaan. Nu zijn we tegen de man. Het is toch... Nee. We moeten toch nu gaan zeggen van oké. Want Einstein... En Einstein is niet alles perfect geweest, maar deze uitspraak van hem vind ik geweldig. Waarin hij zegt, the definition of stupidity is doing the same thing all over again and expecting a different result. We kunnen toch niet hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten. Dat betekent dat we stil moeten gaan staan en zeggen van, oké, wacht even, hold your horses, rem. Cut. 47 jaar lang. Hebben we het op deze wijze gedaan. 47 jaar lang hebben we gekozen. Omdat we die persoon leuk vonden. Het charisma. Of zij kon leuk praten. Abbe Lopdansi. Abbe Jompo. Abbe Bari. Abbe Fenasa leuk. En dan hebben we voor mensen gekozen. Zonder dat we hebben gekeken naar competenties. Hebben we kwaliteiten gezien. En iemand kan een menigte zeg maar hypen, dat is een kwaliteit. Dan moet je ook kunnen ja, staan en mensen helemaal enthousiast maken. Dat is ook een kwaliteit inderdaad. Maar is dat voldoende om een land te kunnen besturen? Is dat voldoende om in DNA te kunnen zitten? Is dat voldoende om een bestuurder te zijn? Om in het bestuurs, in een bestuurlijke functie te zitten? Nee, er is meer nodig. En ik denk dat we veel meer moeten gaan roepen om de competenties moeten helder zijn. Wat wil uw politieke partij zien? Wat verwacht een politieke partij van een minister, van een president, van een vice-president? Als we luisteren naar sommige massameetingen van verschillende politieke partijen, wordt er niets inhoudelijk gezegd. Er wordt alleen maar geschreeuwd en die ziet dat die, alsof de VP zegt dingen alsof hij geen deel uitmaakt van die regering. Hij is het hoofd van de... hoe noem je dat ding? Hoofd van de Raad van Ministers van RVM. Hij hoort leiding te geven. Hij hoort dingen door te geven aan de president die er niet altijd bij kan zijn. Je hebt een taak daar. Je kan plannen die nu eens opzij staat rapen. Je bent hoofdverantwoordelijke. Ik ga even wat doen. Sorry mensen, ik word even gebeld door de Esther Stichting. Waar een en ander nog steeds niet goed loopt, daar kom ik op terug. Maar goed. Dus kijk, en daarom blijf ik zeggen, het is de burger die verantwoordelijk is. U kunt niet zeggen van de Minobesabi, meneer, mevrouw, Google, go lazy, go Archie, zuivere informatie tot u nemen. We moeten competente leiders hebben. We moeten niet zomaar gaan schreeuwen nu een vrouw. Nee. Omdat eentje leuk kan praten, dan denk je, nee, wat zijn uw competenties, mevrouw?
Wat zijn uw kwaliteiten, mevrouw? Wat zijn uw wapenfeiten, mevrouw? Hoe heeft u zich geprofileerd de afgelopen 5 of 10 jaar? Wat heeft u gedaan? Concreet, mag ik uw wapenfeiten zien? Wij moeten wat selectiever zijn. U bent toch ook zo selectief? Neem ik aan, als u een partner neemt. Of iedere boeboe met jullie kan binnenkomen. Nee, toch? Ama na waroko, ama ap on omeni ching, ama op omeni vrouw, dat je te kama. Nee, zo selectief als we zijn met het kiezen van een partner. En zo moeten we ook selectief zijn en kiezen van een leider die uw land gaat brengen naar grotere hoogte. Want we zijn een gezegend land, no doubt about that. We zijn Eldorado. Maar nog steeds kan de VP ons niet vertellen hoeveel hij afdraagt aan belastingen. Waarom is het nog steeds niet verhoogd, de belasting op goud? Volgens mij is het nu 7% of 2%, weet ik veel. Waarom niet steeds verhogen? Wij accepteren het om incompetente leiders te kiezen. Omdat wij dat niet eisen. Wij zijn er lang maar blij. Iemand komt in Bari, en stroopt je zijn money, en jinja, en jidringi, bij je bus, oh, wat leuk. Dan moeten we toch van afstappen. Dan moeten we er achteraf niet piepen. Nee, sorry, nog kon klagen. Achteraf naar mij, want dan naar judo als aan die strefie. Want waar is die eigen verantwoordelijkheid dan? Dat mis ik. En ik denk nogmaals dat die burger zich veel meer moet gaan roeren. En protestacties kun je doen lijfelijk door op straat te gaan. Maar je kunt ook zeggen, we blijven met z'n allen thuis. Als u niet eens bent met zaken. We hoeven niemand op te gaan roepen om ondernemers aan te gaan vallen. Dat moeten we niet doen, want die ondernemers werken er ook harder voor. Hebben geen zin in allerlei puinhoop. Hebben geen zin in rotzooi. Neem ik aan. Oké, kom, rephrase dat. Ik en velen met mij, maar ik heb geen zin in dat we wildwest situaties krijgen. En als de winkeliers nu besluiten, wij sluiten een week. Van Dringi. Van de Mankang Bori. Dus we moeten goed nadenken. En niet zomaar mensen volgen die van alles roepen. Je moet goed zelf goed nadenken. En om competentie eisen. En nogmaals, ik heb je gezegd. Ik heb het ook opgezocht voor de zekerheid. Maar dat is met dat gewoon een low. Je moet weten wat. Je moet goed weten wat je zegt. Anders zeg je inderdaad dingen die niet kloppen. En toen ben ik gaan opzoeken wat zijn kwaliteiten onder andere. Kwaliteiten zijn specifiek sterke eigenschappen die iemand kenmerkt. Het zijn de positieve punten van een persoon. Als u kwaliteiten van Glorious kunt oproepen bijvoorbeeld, of ik van mezelf, je moet natuurlijk ook je eigen kwaliteiten kennen. En je moet ook je beperking kennen. Dat is ook belangrijk. Ja? Ik wil niet ook tegen je misdaad pom, want alleen maar lees. Niet mijn kwaliteit. Nee. Kan ik goed praten? Ja, dat is een kwaliteit. Ben ik enthousiast? Ja, dat is een kwaliteit. Ben ik een harde werker? Kan ik meedoen om zaken op te lossen en te helpen? Ja. Ben ik hulpvaardig? Dat is een kwaliteit van mij. Hulpvaardig, ja. Empathisch, ook een kwaliteit. Nou, dat moet je van jezelf kennen. Ik denk dat het belangrijk is. Iemand zegt nu dit ook. Even kijken hoor. Ik mag aannemen. Diana zegt, ay Gloria, ik voel je betoog tot in mijn botten. Op de radio hoor ik, maar ik moest even reageren. Jammer dat de radio en Facebook niet synchroon lopen. Ja, klopt. Dat is jammer, hè. Ik mag aannemen, zegt Ingrid, dat niemand de plunderaars heeft opgeroepen tot plunderen. Tenzij wij het over de idioten hebben die sowieso van plan waren om chaos te creëren. Ik heb het over het feit dat wij ons niet moeten laten meeslepen door wie dan ook. Als het niet in het voordeel is van het land. Ten eerste, en ondernemers. Twee. Ten derde moeten wij als samenleving veel meer gaan eisen van onze leiders. Degene die in charge zijn van het land. Degene die wij kiezen om daar te zitten. En kijken we naar ons gedrag. Ik sprak laatst een jonge man die hier bij me was van de academie, de voetbalacademie. Die zei tegen mij, en het ging echt door merg en been. Hij zei tegen mij, weet u, ik heb nog nooit meegemaakt dat het goed ging in Suriname. Nooit. Minusie vooruitgang. Nooit. Minusie akondre en wakka. Dat zei deze jongeman aan mij. En hij is voor mij 35, 36. Dat kwam binnen. Ja, zegt hij. Ik heb nooit meegemaakt.
Wie kan mij zeggen, toen ik hier opgroeiende ben, ik ben 1960 geboren, 18 april volgende maand word ik 63, opgroeiende, in het ziekenhuis werkende als 17-jarige, stonden wij bekend om onze goede gezondheidszorg. Goed geregeld, was keurig. Ons onderwijs was ook zeer goed. Kinderen die van hieruit gingen naar Nederland mochten soms zelfs een klas overslaan, omdat wij een goed niveau hadden. Alles is veranderd. In de jaren 80, toen de coup kwam. In 1975 begonnen, toen mensen zijn weggetrokken natuurlijk, na de onafhankelijkheid. In 1980 zijn ook weer mensen weggetrokken. Dus kader heeft elke keer het land verlaten. En wat leiders hebben nagelaten te doen, is zorgen voor opnieuw kader in te zetten, opnieuw mensen op te leiden. Er is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. En u mag van welke partij zijn wie u wil. En u mag ook boos zijn op mij. De feiten liggen daar. Ja? De feiten liggen daar. Unastre, asandeso, asandeso. Unoka. We gaan niet recht praten wat krom is. 47 jaar lang is er onvoldoende, of helemaal soms niet, geïnvesteerd. In de gezondheidszorg, bijvoorbeeld. In ons onderwijs, bijvoorbeeld. In onze overheidsgebouwen, bijvoorbeeld. Op onze wegen, bijvoorbeeld. Fietspaden die niet worden gemaakt, voetpaden die niet worden gemaakt. En ik bedoel. En overal geven we subsidie, subsidie, subsidie. En tegen Tefkwa, we zitten nu in een probleem om het om subsidie weg te geven. En ik heb gewerkt bij de sociale zaken in Nederland. En als je daar een uitkering kwam aanvragen, dan moest ik vragen aan u: mag ik u. Bankafschriften zien. Heeft u een spaarrekening? Heeft u een auto? Heeft u een eigen huis? Had u gewerkt? Hoe lang heeft u gewerkt? Ik ga kijken waar zijn de andere vangnetten waar ik u naartoe kan sturen voordat u bij mij uiteindelijk komt om dan te zeggen, ja, op basis van deze informatie heeft u recht op sociale steun. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in de uitzending. Gloria, goedemorgen. Met Harold Gladden. Goed hoor, met u. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Mijn complimenten met je actie waarmee je bezig bent. Wat ik je wil vragen, tot hoe lang ga je bezig zijn? Ik tot en met augustus. Augustus, oké. Dus ik kan je daarin ondersteunen ook. Luister, ik heb een school tegenover mij, hè? Ja. En ik wil graag, maar er moet eerst gekeken worden naar hoeveel kinderen daar zijn en hoeveel kinderen dan zonder brood naar school komen. Maar hoe controleren jullie dat? Is het klas per klas dat de onderwijzer dat aangeeft? Ja, de school zelf heeft dat geïdentificeerd om te kijken hoeveel kinderen hebben ze gemerkt in de klas. Die komen zonder eten. En die kinderen zijn dan, hun namen worden genoteerd en die kinderen krijgen dan het brood. Oké. Hey, want ik vind, als al die bellers bellen, iedereen komt met een oplossing. Hè? Iedereen heeft iets. Maar ik zou zeggen, laat iedereen wat doneren aan jou, toch? En zodat je het ook makkelijker hebt om dan meer scholen te kunnen voorzien van een brood. Exactly. Nou, eigenlijk nog meer beter, meneer, is dat er andere mensen gaan opstaan in hun omgeving, gaan kijken hoe kunnen zij een bijdrage leveren. Weet je, ik wil het graag doen, ik ga je eerlijk zeggen. Maar het opstaan om de broodjes te gaan staan smeren 's morgens en om iemand te vinden die je komt helpen daarin. Nee, maar dat is het. Kijk, wat wij doen is, we gaan de broodjes leveren aan de school. De school gaat zelf smeren. Dus de onderwijzeres wordt natuurlijk daarmee geconfronteerd dat ze zelf die broden moet gaan smeren. Ja. En soms zijn het voor 25 leerlingen, soms zijn het voor 15. Hoe is die controle? Want je weet, toen het project er was waar ze melk kregen en water, toen de tijd en fruit. En Gloria, laten we eerlijk zijn. Het is ook toen misgegaan, hoor. Ja. Dus je moet een controle gaan inpassen. Aha. Maar daar heb ik nog met ze over gehad. Die controle moet er inderdaad komen. Ja. Dat mensen geen spullen meenemen naar huis. Ja toch, want kijk. Als die vrouw zelf 4 met 5 kinderen thuis zit. En ze neemt elke dag zelfs 5 broden mee. Of 6 broden. En ja. De collega neemt ook weer zoveel broden mee. Ja. Dan dupeer je sowieso een aantal kinderen. Ja. Toch? Ja. Dus die controle wil ik. Want we zijn toch, laten we eerlijk zijn, we zijn niet eerlijk bezig soms. Uh-huh. Ook op school niet. Ik zie het, ik kan je vertellen, ik zie het dagelijks wat er gebeurt. Uh-huh. Vroeger had je dat de onderwijzeres op straat kwam en de kinderen dan tot een half uurtje, een kwartier na school bleef staan
om de kinderen te laten oversteken. Dat zie je. Als je ziet hoe die kinderen over straat rennen en achter elkaar. En hangen aan de buitenmuur. Ik vind men moet dat afschaffen, weet je. Men moet die kinderen binnen laten. Ja. Als de ouders komen of de bus komt om ze op te halen, dat die kinderen vanuit het schoolerf naar de auto's worden gebracht. Als je ziet hoe die kinderen op het trottoir. Ja, ook daar moet er controle in komen. Er is geen controle en ik zou ook een beroep willen doen op de overheid. Waar scholen zijn, waar winkels zijn. Dat de overheid daar maatregelen treft tegen die ondernemers. Want als je, soms die mensen staan daar te drinken, ja, 's middags, precies aan die muur waar die kinderen daar hangen elke dag en zitten op de bus te wachten, staan de heren daar te urineren. Ja. En dus ik vraag me af, zijn we wel goed bezig? Dat is het juist. Ja, precies. Daarom heb ik het gehad over de competenties en kwaliteiten, hè? Ja, maar weet je wat? Heeft de overheid wel die competentie en kwaliteit? Want als ik zie dat je daar een vergadering gaat houden om mensen te komen zeggen dat je president wil worden. Maar het zijn je eigen mensen die daar geen brood hebben die naar school gaan. Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Helemaal. Dus daar wil ik naartoe gaan. En je hebt het over vrouwen gehad met kinderen. En waar zijn de vaders? Gloria. Maar de vrouw heeft toch ook een beetje verantwoordelijkheid. Helemaal, daar ben ik met u eens. Maar daar gaan we een ander keertje over praten. Ja, is goed. Omdat ik vrouwen zie. Ja. Ik was laatst in de apotheek. Dan zie ik eentje in de arm, eentje ernaast en eentje... Het lijkt wel een trapsgewijs. Maar dan vraag ik mij eigen af. Dan zie je zo'n vrouw zonder man. Maar dan vraag ik me, Gadomi, Jezus vrouw. Waarmee ben je bezig? Je hebt al twee kinderen. Nou kijk, ik zal zo zeggen. Als ze zelf voor die kinderen kan zorgen, mag ze er van mij 20 hebben. Ja, maar... Als blijkt dat ze er niet voor kan zorgen en die de zorg komt voor de overheid, dan vind ik wel dat er daar wat van gezegd moet worden. Voorlichting. Voorlichting inderdaad. Dank u wel voor uw bijdrage. Oké, okay, fijne dag hoor. Ik hoor van u hoor. Ik ondersteun erin hoor, ik wil je graag weer helpen. Ja. Wil je wat geven elke maand, maar dan moet je zelf daar voor de rest zorgen. Oké, dan moet u mijn nummer kunt u vinden op... 06. Oké, geweldig. Kunt u mijn app sturen. Dank u wel hoor, fijne dag. Oké, doei. Ja, het is... Fijn om te praten met mensen die op een bepaald denkniveau kunnen reageren en kunnen communiceren. Hè? En we moeten anderen niet kwalijk nemen die dat niet kunnen en die vanuit kleine, alleen maar uit emoties reageren. Dat die mensen zul je hebben en dat is alleen maar goed. En ik wil daarom degene zegenen die net zo een volwassen vrouw, denk ik, die bepaalde opmerkingen maakt en... schoonheid is in de eye of the beholder. En u noemt mij een lelijk ding, maar dat mag. Ik ben blij dat u knap bent en ik wens u God zegen. Wij gaan nu over tot het positieve oppakken. Wat ik zei, er zijn nodig competenties en kwaliteiten. Een competentie is dat je weet hoe je kunt communiceren bijvoorbeeld. Hè? Dat je weet dat je fatsoensnormen hebt. Dat je weet bepaalde zaken kun je niet zo zeggen. Andere dingen moet je zo zeggen. Maar dat ligt waarschijnlijk ook aan... intelligentieniveau, dat ligt aan een beetje omgeving. Maar belangrijk is dat wij als samenleving gaan naar mensen die uitstijgen en excellent zijn. Die niet schelden, die niet dingen zeggen die niet op de inhoud te maken hebben, maar op inhoud ingaan. Maar dat is belangrijk. Het is makkelijk nogmaals om van achter uw computer of uw telefoon van alles te schreeuwen en te zeggen, maar zelf... Doet u helemaal zip, zero, nada. Of u doet geen bijdrage leveren op een positieve manier. Feit is, 47 jaar lang hebben wij verzaakt om goede leiders te kiezen. We hebben niet gekeken naar competenties. We hebben eigenlijk alleen maar meer kwaliteiten daar geplaatst. Iemand is die kan goed zingen, die kan goed dansen. Maar, competenties. Ik wil dat blijven zeggen, competentie. En... De meneer die net belde had het ergens over dat ik van ja, oh, dat moest ik ook nog zeggen. Ben ik, ben ik even vergeten. Had ik het nou opgeschreven? Ja, ik weet het al. Even kijken. Maar heb ik medelijden met mensen die vol haat zitten. Is zielig, is triest. En ik mag bidden en hopen dat die haat weggaat. En zo gaan kijken wat kan ik doen in mijn omgeving. Nogmaals, competenties en kwaliteiten. Daar moeten we naar gaan kijken.
En niet alleen maar kwaliteiten, maar nog meer competenties. Hè? Want we hebben, wanneer je een land gaat leiden, moet je echt over competenties beschikken. Wanneer je een bedrijf leiden, moet je over competenties beschikken. Je moet pot me, want mino sap mino ab mino abasandati. No pot me, pot was massa stuka, pot was massa wet. Ze kan lezen, ze kan schrijven, ze kan debatteren, ze kan argumenteren. Dat in fatsoenlijke taal kan ingaan op wat ik zeg of wat een ander zegt. En dat gaan beargumenteren met feiten. En emoties moeten we buiten laten, want het, is, het schiet niet op. Maar wij zijn emotionele mensen, hè? Ook ik ben emotioneel. Maar je moet natuurlijk wel weten van oké, ik ga niet kiezen voor iemand die emotioneel staat te schreeuwen. Daar. En hij vertelt mij niet waar we naartoe gaan. Net zoals ik niet zomaar erachter ga rennen om te zeggen, we moeten voor een vrouw kiezen. Nee, daar ga ik ook niet zomaar achteraan rennen, want dat is zomaar een emotie. Een vrouw, een vrouw. En Brian Boerleider heeft het mooi geschreven. Nee, we moeten kijken naar competenties. Ja, toch? Ja, when people go low, we go higher. Absoluut, zo is dat, zo is dat. Oké. Okay. Ja, voorbeelden van kwaliteiten. Ik heb het opgezocht. Het zijn autonoom, behulpzaam. Dat herken ik mezelf in. Concreet, denk het ook wel. Discipline, ja. Inspirerend, hoop ik. Maar persoonlijke eigenschappen. Dat zijn kwaliteiten dus, je sterke en je zwakke punten die je hebt. En die moet je kennen van jezelf. Je moet weten dat als je... Ik heb de neiging om snel te reageren. Om ha te doen. En dat is makkelijk om te doen, hè. Is zo simpel om te doen, hè. Het kost je niks, hè. Om gelijk warm te reageren. Het kost veel meer energie. Veel meer cabeza. Om te zeggen, oké, stop. Pause. Ga ik hierop reageren of... Hoe ga ik reageren? Dat vraagt veel meer. Het vraagt, dat is ook een kwaliteit. No? Oké. Okay. Dan heb ik gekeken naar dat competenties. Even kijken. Heb je als iemand bijvoorbeeld, die noemen we bijvoorbeeld skills. Dus vaardigheden die iemand heeft. Om, je hebt iemand gezien die goed kan leiden. Of je hebt iemand gezien die bestuurlijk heel veel weet. Die zaken goed kan coördineren. Die mensen kan aansturen. Die een teambuilding kan doen. Nou, dat zijn competenties. En daar moeten we naar zoeken. En ook, je moet iemand hebben met een HBO-denkniveau. En dat is belangrijk. Want je moet kunnen denken. Je moet kunnen delegeren. Zeni zegt dat je directeur bent. Je moet kunnen delegeren. En je moet kunnen kijken van, oké, wat... Heeft deze persoon als kwaliteit? Waar kan ik die inzetten? Ook als leider moet je dat kunnen zien. Dus nogmaals, als burgers moeten wij veel meer gaan voor competenties dan kwaliteiten. Dat gezegd hebbende. Ik wil het nog over twee zaken hebben. Ene is, u weet dat ik ben al sinds vorig jaar bezig om te praten over de situaties in kindertehuizen. Kinderdagverblijven. En ook daar heb ik het gehad over competentie. Ook daar heb ik het gehad dat je kunt een mevrouw in dienst hebben die de kwaliteit heeft om liefdevol te zijn en verzorgend te zijn en empathisch te zijn. Prachtige kwaliteiten. Maar wanneer we praten over kinderen bijvoorbeeld met een traumatische ervaring, dan moet je dus andere competenties, moet je over competenties beschikken, zoals kennis hebben van zaken om op tijd zaken te signaleren. Als je gaat werken met kinderen überhaupt, moet je sowieso een pedagogische achtergrond hebben. Want je moet weten, hoe corrigeer je een kind? Hoe kun je werken dat die kinderen samen gaan spelen? Je moet kennis van zaken hebben. Wat we dus zien, en ik heb het vorige keer ook gezegd, dat verschillende mensen gewoon, iedereen kan een kinderdagverblijf gaan openen. Je gaat je inschrijven bij KKF, je gaat even vragen voor een naam. Komt dat voor? Ga je voor betalen? Komt het niet voor? Hup, je krijgt zo'n naam. En je kan beginnen. De controle, want er is een wet. Er is een wet. Let wel, er is een wet. Opvanginstellingen heeft Lucia regelmatig hier benoemd wat er staat. Je moet competent zijn. Je moet over die diploma beschikken, die vaardigheden beschikken. Nou, die mensen beginnen. En er is vanuit sociale zaken, is er geen enkele controle. Of let me rephrase that. Zeer zelden controle. Om bij mensen binnen te lopen die... een kinderdagverblijf zijn begonnen, die een opvanginstelling zijn geworden, om te gaan kijken, functioneert A, de persoon, functioneert de ruimte, voldoet de ruimte aan wat wij eisen
wat staat in die wet. We doen het niet. En dan, nu horen we steeds meer, hè, wat er gebeurt. Ik ben er vorig jaar mee begonnen. Om aan te dragen. Dit kan gewoon niet. En we zien steeds meer, helaas, zaken naar buiten komen van kinderen die of verwaarloosd worden, of mishandeld worden, of misbruikt worden. Dat horen we steeds meer. En ik hoor helemaal niks, of weinig, van sociale zaken. Ik hoor niks van justitie en politie te zeggen van, nou, wij gaan vanaf volgende week, gaan wij even op bezoek bij alle kinderen te opvangen, te dingen. Bent u te huis, voldoet hij niet aan A, B, C, D, dan wordt u per direct gesloten. Heeft u dat gehoord? Laat het me weten, want Mino Jere. Snap je? En dat is zo jammer. Wij werken met jonge kinderen die liefde nodig hebben. Mama en papa werken. Dus die worden ergens gebracht, want mama heeft geld nodig, mama moet werken. En die worden gebracht ergens. En die worden soms gebracht naar plekken waarvan je zegt, hoe kan je hier je kind achterlaten? Maar ik wil niet veroordelen, omdat ik niet in de situatie zit van moeder nog vader. Maar eigenlijk kun je bijna al weten hoe je kind zal worden opgevangen als je kijkt naar de omgeving en als je kijkt naar wat er is voor speelhoek en dat soort zaken. Dan weet je al bijna zeker wat er gebeurt, zal gebeuren. Mijn vraag nogmaals, wat heeft sociale zaken hiervoor gedaan? Hebben wij het gehoord dat ze gezegd hebben, wij gaan vanaf vandaag, gaan wij alle kinderdagverblijven, alle opvanginstellingen extra controleren? Niet gedaan. Ik heb u verteld, ik ben, geweest vorige week, omdat ik een klacht heb gekregen van iemand, familielid, over een bewoner daar in een tehuis. Aan de Kottenweg. Daar is een mevrouw zo tekeer gegaan, die niet eens daar werkt. En de directrice stond erbij en die durfde niets te zeggen. Dat heb ik toen nog gezegd, dat zijn geen leiderskwaliteiten. Op dat moment had ze de mevrouw moeten corrigeren. Een volwassen vrouw, overigens 70 jaar. Maar zo praten we niet met elkaar. Ik snap uw frustratie, maar we praten zo meteen. Deze mevrouw is nu even gast. Als ze weggaan, dan gaan we praten. Something like that. Niet gedaan. Maar wat de wet dat ze wel gedaan hebben, is die betreffende persoon per direct eruit hebben gezet. Dus in plaats van men gaat kijken en zeggen van oké, wat kunnen we anders doen en beter doen, hebben ze die meneer eruit gezet. Die meneer moest dezelfde dag, werd zijn spullen gepakt en is zijn familie gebeld, komt u hem halen. Dat zijn leiderscapaciteiten? Really? Het is om te huilen. En waar ik het ook weer mis, nogmaals. Ik mis dat men verantwoordelijkheid neemt. We gaan niet in op de inhoud, maar we gaan schelden naar mensen. Neemt u verantwoordelijkheid? Klopt het wat er is gebeurd daar bij u? Neemt u de verantwoordelijkheid? Als u verantwoordelijk bent, dan kunt u niet ergens anders zitten. Dan hoort u daar te zitten als verantwoordelijke. Tenzij u een keertje naar een vergadering moet of wat dan ook. Maar als het structureel is, dat u daar niet bent, terwijl u eindverantwoordelijke bent, dan klopt er iets niet. En de mensen die worden aangenomen, wat zijn de eisen die u stelt als crashleidster? En ouders horen ook heel zorgvuldig te kijken waar ze hun kinderen plaatsen. En ik snap het, als het goedkoop is, je hoeft maar 600 te betalen of je hoeft maar 400 te betalen. Je breedt je potiepching. Maar je potiepching zeker 6 uren in een omgeving waarvan je niet zeker weet of er goed wordt opgelet op je kind. En ik hoop dat de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie en Politie, want als er sprake is van mishandeling en van verwaarlozing, dan zijn het strafbare feiten. Waarom hoor ik ze niet? Wat voor competenties zijn wij daar? Wat voor competenties worden gevraagd voor u wanneer u daar een kinderdagverblijf gaat oprichten? Of kan iedere
weet ik veel, maar beginnen met een kinderdagverblijf. En ik vraag maar 300 SRD, dus hup, ouders brengen het kind. Ik heb laatst weer een andere klacht gehoord. Een moeder die me belde. Haar 3 kinderen zitten daar. En een van haar kinderen is zodanig mishandeld. Dat het kind nierfalen heeft. Moet aangifte worden gedaan van mishandeling. Kind ter nieren, eentje zeker, functioneert niet meer. Vanwege mishandeling. En hoe lang gaan we dit allemaal goed praten? Zeggen, ja, Nadisi, Nadati. Nee. Wij als samenleving, wij als burgers. Wij hebben een verantwoordelijkheid om te bepalen wie we daar plaatsen als leiders. In 2014 is die wet aangenomen. Bijna 10 jaar geleden. Wat is er gedaan? Wat is er mee gedaan? Wat is er mee hoe is het geïmplementeerd? En ik heb toen voorgesteld, wat u zou moeten doen, overheid. Het moet onmogelijk gemaakt worden dat ik nu kan gaan naar KKF en me kan inschrijven. Zonder dat ik daar de nodige papieren of toestemming kan overleggen van sociale zaken. U moet het onmogelijk maken. Ik kan niet zomaar gaan inschrijven. Onmogelijk. Mevrouw, u wil inschrijven. Ja, dat is leuk. Maar heeft u uw toestemming van sociale zaken? Nee, dan verwijzen wij u eerst naar sociale zaken te gaan. Daar moet u dan alles indienen. En bababab. En sociale zaken moet natuurlijk al die afspraken die er staan in die wet vervat. Het allemaal, we hebben een wet aangenomen. En die moet gaan kijken in hoeverre men zich houdt aan die regels. Kent u de regels wel zelf? Want er is een wet in 2014 aangenomen. Wij hebben ons verbonden eraan. We hebben ons ook verbonden aan kinderverdragen. En we rommelen maar door. En we gaan maar door. En ik heb die moeder gesproken. En ze zou vandaag aangifte gaan doen. De artsen hebben gezegd om aangifte te gaan doen. Ik heb foto's gezien van het meisje dat een enorme opgezwollen buik had. En nooit is de moeder gebeld. Nooit is er is men geweest naar de dokter. Men heeft het kind gewoon thuis gehouden. En het kind is al weet ik veel weken niet naar school. En dat is een crashleidster. Of een tehuis waar kinderen wonen. En zo gaan we maar door. En in plaats van dat wij kijken en zeggen en durven te zeggen en erkennen, wij lopen en wij schieten tekort op bijna elk terrein. Nee, dat doen we niet. We gaan niet die hand in eigen boezem steken. Wat we gaan doen, we gaan op elkaar schelden. Juna Disi, Juna Dati, Juna Partij, Juna Hindustani, Juna Blakamang, Juna Disi, Juna Dati. Heel makkelijk. Want daardoor hoef je niet te kijken, hè, naar inside. Hoef je niet die zelfreiniging te doen, hè. Inaf krima jeje. Want in je luku schreef je naar je eigen jeje, maar je luku trasani dat je kostrasma. Asande, luku na yusrefi. Go in you yeye de tak voor. We hebben daar en daarvoor gekozen. Dat no boomang. We hebben dingen goed gepraat. Sano be de boom. Mama stranang ek kree. Dat je go tak na yusrefi. Dat je corrigeer yusrefi. Dat je luku in aspikri van ai. Da jami takru era. Ak eigenschap die sami abi takru. A lelijk. Mi ab haat. Mi ab jaloersheid. Mi ab lee in misrefi. Poor desandati, de je bouw kon na yusrefi. Krimi serefi in see. Krima jeje, want a jeje doti. If we tang rechtvaardig sani, sanobun. En deze mevrouw gaat om haar kind te zien. En het werd gezegd, nee, ze zijn nu even bezig. Met ik weet niet veel, kunnen ze niet gestoord worden. Komt u morgen volgende. En die moeder die denkt, oké, kan, ze waren bezig. Ik ga, kom een ander keertje terug. En toen ze de tweede keer terugging, werd hetzelfde gezegd. Toen zei ze, nee, ik wil mijn kind zien. En ze schrok zich wezenloos van haar 5-jarig kindje met een enorme opgezwollen buik en pijn. Gaat als een wiedewerga, gaat ze naar de EHBO-post. Kind wordt opgenomen, ligt in het ziekenhuis. Nieren zijn beschadigd. En ik bedoel, hoe dan?
Dit is acuut sluiten. Er zijn zoveel ambtenaren die thuis zitten. Ja, wat lof ding. Zij is dan bakken aan computer. Dat kan wel lof. Is dan als ik kies money. Meneer Neuroko. Haar ding kon wat andere. His beating. Maak ze, dan gaan ze controleren op de dingen. Geef ze een cursus, geef ze een training en maak ze tot controleurs. Dat is jouw hernonsens, die zegt zo. Itba. Met Gloria, goedemorgen en u bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen mevrouw Gloria. Met wie spreek ik? Dit is mooi, met Aswin. Meneer Aswin, welkom, zegt u het maar. Luister nou, als die dingen viraal gaat en de minister van Justitie dat ziet, dat het om een kind gaat, ik denk wel dat hij ook mag optreden en vragen. Helemaal. Toch? Maar dat zeg ik toch, wat doen ze dan? Ik heb ze niet gehoord. Onderzoeken. Ja, absoluut. Ja. En dat vind ik heel erg, ik vind het erg hoor. Ja. Want als het mijn kind was, zou mooi grond aanpoeboeren en nog erbij gaan politie daar bij die persoon. En te keer gaan, dat zegt de minister van Justitie nog steeds als een bobo. Ja, ja. Ja. Het kan niet man. Sociale zaken en justitie en politie. De mensen moeten weten dat dingen viraal gaat. Ja. Ja, en ik heb... Dingen schrijven niet hier liggen in Suriname. Nergens meneer, in de hele wereld niet meer. Alles gaat viraal. Wel, nou dan wat zit u nog daar als minister van Justitie? Grondig onderzoeken, ontslag geven, no matter what, want dat kan niet. Nee. Ja, met u eens. Bijna daar. Dank u wel, meneer Aswin zegt, ja. En ik, dat ik ook dus net heb ik gezegd, hè. Dat we... eigenlijk, ja. We zijn gaan slabakken. We hebben een stelletje mensen gehad die zichzelf hebben verrijkt. Die zichzelf hebben verrijkt. En het volk is alleen maar armer geworden. En het volk heeft het geaccepteerd, hè? Want Minokoplein, Nolakjuan, Minokoplein slachtoffer. Want Unu, Ibelezer kies dit aan die zin. Met Gloria, goedemorgen. Je bent live in deze. Goedemorgen, Gloria. Hé, hoe gaat het met u? Mevrouw Yeti. Ja, ja, ik luister je elke keer. Maandag, woensdag, vrijdag. Ja. Daar zit ik al op tijd om te luisteren. Maar soms denk je van zo'n interessante programma, ik luister maar. Mm-hmm. Daarom bel ik niet vaak, maar ik luister je. Ja. Maar Gloria, dit is heel erg. Dus daarom zeg ik, laat me toch bellen. Het is zo erg om te horen wat met kinderen gebeuren. Mm. Triest hoor. Heel erg, ja. Heel erg. Maar dan moet ik wel zeggen van... Dat moet beginnen bij de moeders, hoor. Mm-hmm. Op tijd controle waar je kind ook zit. Op tijd controle. Ja. En daarna, wie de verantwoordelijk is, die moet ook... Ze moeten heel hard aangepakt worden, hoor. Ja, je kan het niet van je afschuiven. Nee, het mag niet zoiets gebeuren in ons klein Suriname, joh. Ja. En we moeten blij zijn dat deze dingen ik kon hebben. Dat betekent om je loopt toko toko ik kom. Ik ga toko toko kong. Ik alle desma sa elise de volhaat. Ik de kong. Ik de declareer de streef. Ik kon sabi sumana you. Dat ook al roko. Ik ga je zeggen, ik kan bijna niet slikken zulke dingen. Wanneer ik hoor, het is stressig. Ik heb geen kinderen klein nu. Maar ik dacht van, hoe komt het? Welke moeder is het die niet op tijd gaat controleren? Die moeder moet er eerst aanpakken. Ja. Daarna die anderen. Allemaal, één voor één. Ja. Het is toch een wet? Ja. Het is toch een wet? Klopt. Ik moet zeggen, ik luister naar je en hele fijne. Dank u wel. Ja hoor, doei doei. Geweldig van je. Dank u wel, fijne dag. Doei doei. Door, schat. Ja hoor, dank u wel. Dat is mevrouw Yeti. Ja, alles gaat viraal. Herman vroeg zich af. Zag ik even staan net. Hebben ze wel eens gehoord van het internationale kind? Ja, dat zei ik toch. We hebben allemaal meegewerkt. Internationale verdragen. We lappen het allemaal onze laars. Controle en handhaving ontbreekt. Vaak zijn die wetten in place. Ik zei het al voor het telefoontje. Er zijn genoeg ambtenaren die thuis zitten. Ja, degene die dat doet. En u krijgt uw salaris en u werkt niet eens. Want vanwege gewijzigde beleidsinzichten worden mensen weggezet. Maar dat is wat we doen in Suriname. Hè? Dus mina mi partij wini. Nou, we pot alle trap. Mijn partij heeft gewonnen, dus alle andere partijleden, alle partijgenoten gaan van een andere partij. Die gaan naar huis worden gestuurd en ik neem mijn eigen mensen in dienst. Dat is wat we jaren doen, toch? NPS, VHP, NDP, ABOP, PL, allemaal. Welke partij hebben we nog meer gehad?
allemaal doen dat. Dus we moeten niet doen alsof we allemaal vreemd zijn. Dat doen we allemaal. En dat moet stoppen. Als u van een andere partij bent. Ik kom bijvoorbeeld, ik ben ABOP. En ik kom in een, op een werkplekje. En ik ga controleren. Ik ben in één keer directeur geworden. Ik ga eventjes kijken wie werkt hier. En ik zie competenties bij mensen. En u bent van een andere partij. Maakt me niet uit. U doet uw werk goed. Dan mag u blijven. Want dat doen we niet. En we vinden met z'n allen hebben we het goed gevonden. Daarom zeg ik. Wij zijn verantwoordelijk. We moeten niet die schuld alleen maar gaan zoeken daar. Kijk naar jezelf. Wat is jouw verantwoordelijkheid geweest? Kiezen elke keer weer voor leiders die gewoon niets te maken hebben met het belang van anderen, maar puur met hun eigen belang. Dat hebben wij gedaan, toch? Gaan we nog niet zielig doen? Kijk, en ik denk dus nogmaals, justitie en politie en sociale zaken in deze moeten nu uitkomen met een duidelijk statement. Komt u naar buiten met een duidelijk statement en laat u zien dat u vanaf vandaag alle kinderen op de huizen, alle opvanginstellingen, alle crèches gaat bezoeken. U zegt niet wanneer. U komt anytime, mag u binnenkomen. En wat niet goed is, acuut sluiten. Waarom? Omdat we praten over kwetsbare personen, kinderen. Als wij als volwassenen niet eens voor ze opkomen, wie gaat het dan doen voor ze dan? En ik ga zometeen de minister van Justitie en Politie een app sturen. En ook diezelfde naar de heer van Sociale Zaken, de minister. En ik zeg, ik heb niets van u vernomen omtrent deze zaken. Niets. Zip, zero nada. Of heb ik het gemist, mensen? Sociale Zaken, u moet gaan checken bij de tehuizen. Waarom gaan we nog wachten? Dat er een kind sterft. En dan gaan we zeggen, oh, mi jedo, oh, no man, die is nog kan de wolombaka, die akalf is verdronken. Nee, u moet nu optreden. Er zijn te veel achter elkaar gekomen. En mensen, ik ben al sinds vorig jaar hiermee bezig. Om hier aandacht om te voor te vragen. Wordt het toch tijd dat iemand het oppakt? U bent toch niet helemaal vreemd, vervreemd van die samenleving? U leest toch ook, u hoort toch ook minister, directeur, onderdirecteur? Beleidsadviseurs, waar zijn jullie in deze? Alle adviseurs, al die ambtenaren. Niemand die komt met een statement en zegt, we gaan dit nu, vanaf nu is het afgelopen. U hoort zich te houden aan deze regels. Nou, sociale zaken kan in principe niks doen. Weet je waarom? Omdat ze al die jaren niks hebben gedaan en zijn niet gaan controleren. Dus zij zelf zijn zwaar in gebreken gebleven. Zwaar in gebreken gebleven. En het is niet van nu. Dus al het toch jaren. Dus ik vind wel dat men moet gaan optreden. En daarom ga ik het blijven benoemen. Maar die luizers in de pels. En dat andere mensen me niet mogen, dat zal je blijven houden. En dat houdt mij humble. You cannot please them all. Als je dat denkt, dan ben je ook arrogant. En dat denk ik gelukkig niet. Eén goedemorgen. U bent live in de uitzending. Ja, goedemorgen, tot meneer. Ik wilde even wat zeggen. Men is al 2 jaren voor de verkiezing bezig met de verkiezing. Dus men gaat geen tijd hebben om deze dingen te onderzoeken, toch? Dank u. Dank u wel. Ja, dus wat meneer Theo zegt, ook iets wat wij doen in Suriname. Hè? We zijn nu al bezig met campagnevoering. We schreeuwen van alles op een podium. We gaan overal naartoe. Maar het beleid, wat is uw beleid? Ik kom praten over uw beleid. Wat gaan we doen ten aanzien van het probleem in de gezondheidszorg? Ik heb u niet daarover gehoord tijdens die massameeting. Zip, zero, nada. Dan ga ik het daarover hebben, want ik zie dat ik nog maar een half uurtje heb. Dus de aanzien van die kinderthuizen en opvanginstellingen. Aanstaande woensdag heb ik Lucia weer bij me. We gaan het ook weer helemaal fileren. Ja, we gaan het fileren. En we gaan ook gewoon namen noemen. Ja. Ja, if me furu karmining. If you sabat me furu wasani karmining, gewoon broadcastatori. Maar if je lee, hoor je me van en schuif zo. Ga niet zomaar leugens vertellen over mensen, maar if you sabat zeker, broadcastatori. En vooral, kijk, de Bijbel zegt, als je ziet dat iemand verkeerd heeft gedaan, spreek er dan op aan en zeg, no, Iva, ja. Tweede lezing, je tegen makka. Maar derde lezing, dan mag je verder gaan en zeggen, luister nou, ik ga naar de voorganger of ik ga naar de postpastoor of de imam of naar de pandiet, ik ga vertellen, want je luistert niet. We kunnen niet zo blijven doorrommelen, alsof we in een of andere bakbawinkri-systeem werken. Moeten we niet doen. En degene die bakbawinkri willen zijn, blijft u vooral bakbawinkri.
En degene, ik heb het al in het begin gezegd. Degene die recht praten wat krom is. Degenen die onrecht goed praten. Degenen die onrecht bedrijven. Degenen die belazeren. Degenen die liegen. Wee u. Wee u. Want er komt een tijd. U mag denken van niet. Er komt een tijd. U gaat zich moeten verantwoorden. En if je beriebi toch. Hij gooit naar eerste geslacht, tweede geslacht, derde geslacht. Je tek wel ook koenhoed op jou. Dus hou dat niet zuiver. En hoe dit? Dus ik moet telefoon met eventjes. Ik ga namen noemen. We gaan geven men dat ding exposen. Ik ga u vertellen wat niet kan. En als ik heb gemerkt dat wat u doet niet kan. Niet van horen zeggen, hè. Mimus kong. Mimus tak na yumi shi. Dan gaan we het gewoon... Sorry, we gaan het gewoon zeggen. We gaan het gewoon zeggen. En dan kan de politie mij ophalen. Ik heb ook die film gepost waar de directeur of de voorzitter van het bestuur het kind volop in haar gezicht heeft geslagen. Ze hebben een collega van mij gevraagd om dat filmpje van haar wall te verwijderen. Nou, ik wachtte erop dat ze mij zouden benaderen. Niemand heeft mij benaderd. En zou zeggen, waarom zou ik het moeten verwijderen? Vertelt u mij waarom? We moeten stoppen om dingen tapushing. Het boekje van Usha Maree die praat over seksueel misbruik in gezinnen. Om alles onder het matje te schuiven. Of alles van uw politieke leider goed te praten. Shame on you. Shame on you. Mensen die van alles roepen. Totaal geen enkele bijdrage leveren overigens. Maar wel van alles roepen. Gloria, je bent terecht boos. Ik ken twee baby's van één oppashuis met goede naam. En die zijn overleden. Rechtszaak in het gelijk was bij de ouders. Oppas was schuldig. Hij was schets mijn verbazing. Dat oppashuis draait tot nu toe alsof er nooit iets daar is gebeurd. Maar degene die verantwoordelijk was, is die weg? Mijn beeld staat stil. Even kijken hier. Kom, Lukuja. Staat mijn beeld stil, mensen? Ja, mijn beeld staat stil. Sonny! Sonny! Sonny. Sonny! Sonny hoort me niet. Staat mijn beeld nog steeds stil, mensen? Bij mij staat het ook stil. Ja, het staat stil. Ik ga even... Momentje, even... You think you are so fine. You talk no work, yeah, man, watch the time. Stop playing with my mind. Oh, man, no, you not too when she will want the wine. You call me on the phone. I know what a talking angel come down. And now I want you home. I tell Jackie, tell me not use no stone. Oké, even action. Maar Sonny. Oké, mijn beeld staat niet stil. Oké, dankjewel. Maar goed. Ja, we moeten gaan stoppen met om dingen te verbergen. Gewoon openlijk zeggen wat niet goed kan. Als je gewaarschuwd bent 1 of 2 keren. Ik denk dat die naam van een misdadiger die de kleine jongen zijn gezicht sloeg in het huis ook openbaar moet worden gemaakt. Er was een meisje dat heeft geslagen volop in zijn gezicht. Men zegt beeld staat stil op Facebook. Maar anders zeggen we niet. Nee, oké, mijn beeld is goed. Dankjewel. Dat was de voorzitter van het tehuis. Die heeft dat meisje volop geslagen in haar gezicht. Ja, dat is dus... dat kan gewoon niet. Wat het meisje ook gedaan zou hebben. Al heeft hij uitgescholden voor vies en vuil. Heeft je geld gestolen. Dan hoor jij als volwassene dit niet te doen. Volop? Nee. Dat kan niet. Echt. En dat soort zaken moeten we gewoon gaan aanpakken. Dus... Dat is echt iets wat gewoon niet kan. Maar woensdag gaan we er uitgebreid op in. En dan wil ik het nog hebben. Laatste stukje van mij. Is over. Even kijken hoor. Dat was die trouwens. Even kijken hoor.
Sorry. Ja. Soms dan zie ik in één keer iets binnenkomen. Maar even later. Gezondheidszorg. Er is een artikel verschenen. Ik ga het even opzoeken. Laat me het even opzoeken. Voormiddag nonsens. Want u weet het. Feiten. Belangrijk. Ja, toch? Mensen kunnen soms dingen roepen. Feiten. Laten we de feiten houden. Even kijken. Ik ben gisteren trouwens geroepen om te gaan bij een Chinees gezin. Dat hun papier, van wie's papieren nog niet in orde zijn. Man is laatst opgenomen met een herseninfarct. Zijn papier is dan niet in orde. Dus dat heb ik gedaan vanochtend. Ik ben geweest bij de mensen, even met de mensen gesproken. En ik heb vanmorgen de heer Steven Tsang van de NDP even een appje gestuurd. Hij zegt, oké, wat is er? Maar hij reageert, ik ga je straks naar de uitzending. Maar hoe fijn is het dat je los van politieke partij, kan ik gewoon de heer Tsang van de NDP benaderen. Ik kan, wie hebben we nog meer? Bijvoorbeeld meneer Yogi van de VHP. Meneer Pigot van NPS. Meneer, wie hebben we nog meer? B van de ABOP. Je moet elkaar gewoon kunnen helpen en met elkaar kunnen praten. In het belang van Suriname. Maar wij denken nog steeds in politieke kleur. Blijf het vooral volhouden. Kijk hoe ver we komen daarmee. Ik zal u vertellen, nergens. Per definitie komt u nergens daarmee. Ik ga het even artikel halen, voor me halen. Ja. De minister van Gezondheidszorg, de heer Amar Ramadien, heeft aangegeven dat de indicaties, ik weet niet welke indicaties, wijzen erop, even lezen, dat de gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt. Dus het artikel van 12 maart, indicatie gemiddelde Surinamer gebruikt te veel medicijnen. Nou, een van de dingen die belangrijk zijn, is dataverzameling. Dat is niet echt iets dat wij kennen in Suriname. Dus als je zegt de indicaties wijzen erop, dan zou ik willen weten welke indicaties, minister. Data verzameld van hoeveel jaar, van hoeveel patiënten, van hoeveel huisartsen. We kunnen zomaar, als u zegt de Surinamer gebruikt te veel medicijnen, eigenlijk zegt u daarmee indirect, of zie ik het verkeerd, nou, nee, ik lees Nederlands. Eigenlijk zegt u daarmee indirect dat de huisartsen dan te veel medicijnen voorschrijven. Want hoe kan ik anders aan medicijnen komen? Het enige dat ik kan kopen zijn paracetamol volgens mij en een paar andere zaken. De normale basisdingen komen niet eens voor, kun je niet eens bij een normale apotheek halen. Moet je zoveel geld voor betalen. Die komen niet eens voor bij de apothekersbestand. Er worden medicijnen voorgeschreven die niet eens te vinden zijn. Hadden we daar eens over hebben. Maar waar ik het over wil hebben is, is er data verzameld? En van hoeveel jaren? Heeft u gesproken met alle artsen? Hoe komen we aan zulke uitspraken? Ja. En ja, we denken nog steeds in hokjes, Rut. En dat is, het is gewoon te triest, maar ik blijf erom lachen. Diegenen die dat willen doen, in hokjes willen denken, politieke kleur, gaat u vooral uw gang. Mij krijgt u daarin niet mee. De arts is er snel met het voorschrijven van medicatie. Maar ook die uitspraak, Ingrid, hoe is dat onderbouwd? Waarop is dat gebaseerd? Moeten we dat even gaan checken? Moet er een data zijn? We moeten data verzamelen. We doen geen data verzamelen. Dus niemand kan iemand zomaar iets roepen. Net zoals bijvoorbeeld een vrouw moet president worden. En we rennen allemaal mee met het idee. Alsof we geen verstand hebben. Een vrouw! Nee! Wat zijn de criteria? Hebben we competenties? Nou, en wordt de gemiddelde Surinamer, de indicaties wijzen erop dat de gemiddelde Surinamer te veel medicijnen. Welke indicaties? En waar is die indicatie opgebouwd? Met hoeveel huisarts heeft u gesproken? Oh, die schrijven medicijnen voor, toch? Hoe kan ik ze zomaar kopen? Goedemorgen met Gloria, u bent live in de uitzending. Ja, mevrouw Gloria, dat doe jij niet horen nog. Ik wil even aangeven waar het probleem weer ligt. Hè? Want die NA-leden zijn politiek gelineerd. Ja. Want het moment wanneer ze op een kandidatenlijst komen te staan, toch, dan is het naar de politieke partij uitgedragen geworden. Maar het moment wanneer het electoraat, het volk, het kiezersvolk gekozen heeft voor hen, dan zijn ze geen mensen meer van de politieke partij. Dan zijn ze die NA-leden die daar zitten, die waar moeten maken voor de samenleving. Ze nemen daar plaats voor de samenleving. En daar ligt het aan. En daar moeten we deskundige mensen hebben die kunnen ingaan op zaken,
om de ministers voor te houden of de regering voor te houden wat er gedaan moet worden, wat het volk wil hebben en hoe het moet gebeuren. We moeten deskundige mensen hebben die daar zaken kunnen aankaarten. En hoe het gedaan moet worden, opeisen, daarvoor plaatsen we die mensen daar. Ja. En daar ligt het aan. En als we onnodige mensen gaan kiezen die niet deskundig zijn, en die weten waarom we ze moeten hebben, hoe ze moeten aandragen naar die dingen, het beleid, dan gaat het altijd mislopen. Dat zeg ik toch, meneer. Daarom moeten we er beter voor moeten gaan, voor competenties. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, ja. Ja, maar dat is wat ik zeg. Politieke partijen hebben een morele verantwoordelijkheid. Wie plaatst u op uw lijst? En u als volksvertegenwoordiger, u bent daar niet om uw partij alleen maar te vertegenwoordigen. Als u voor uw partij een beetje... Maar u bent daar als volksvertegenwoordiger. Maar dat hebben we nog steeds niet door in Suriname. Het is alleen maar partijpolitieken te spelen. Ook in het DNA, in de regering, op werkvloer. Burgers onderling. Burgers onderling doen partijpolitiek. Omdat me aan of uw partij, min of wat, dat partij dat je kost me. Dat is wat we doen. Wij burgers doen dat. Niet alleen maar de DNA-leden en ministers. Wij als samenleving doen dat. En het, daar is een belangrijke taak weggelegd voor die politieke partij die een morele verantwoordelijkheid heeft. En ook voor, vind ik, de media die het juiste moet laten zien, constant. Waardoor we, ja, en nu zijn we net als schapen, rennen we achter iedereen. Nu heeft iedereen in één keer een vrouw moet komen. Gebaseerd op wat? Oh, we hebben altijd maar mannen geprobeerd, nu maar een vrouw? Nee, we hebben altijd maar geprobeerd mensen zonder competentie. Laten we nu een profielschets gaan maken. Ik daag hen allemaal, maak een profielschets. Wie wil u hebben, waaraan moet die persoon voldoen die u daar gaat plaatsen? En er staat in het artikel, de samenleving, zegt de minister, moet gericht geadviseerd worden over medicamenten. Maar wie doet die informatie geven? Wie schrijft medicamenten voor? Een arts. Nu ga je naar een apotheek en je krijgt die medicamenten en daar staan, is er altijd, als het goed is, een bijsluiter. De apotheek, althans in Nederland, geeft vaak, bent u bekend met dit medicijn? Wil u informatie hebben? Ja, oké. De samenleving moet gericht geadviseerd worden over medicamenten. Maar, dan vraag ik me af, is er ook zo'n kreet? Hoe en wie moet die samenleving adviseren dan? Maar het is zo'n luchtledige mooie tekst hoor. De samenleving moet gericht geadviseerd worden over medicamenten met de focus op het wel of niet gebruiken van bepaalde medicijnen. Wie moet dat doen? Kunt u helder zijn hierin? De focus moet worden gelegd op het veelvuldig gebruik van middelen waarvan de werkzaamheid in twijfel getrokken wordt. Ik snap het niet. Snapt u het wat hier staat? Dat is een leuke zin. Maar wat zegt het nou eigenlijk? De samenleving moet gericht geadviseerd worden. Door wie? Kunt u dat ook aangeven? Ik vind het nogmaals. De indicaties. Ik weet niet over welke indicatie hij het heeft. Wie, waar is met de apotheek overlegd. Maar nogmaals. Ik kan niet zomaar een medicijn gaan kopen toch? Ik kreeg het voorgeschreven. Dus je zegt de indicaties wijzen erop. De indicatie is dan de arts. Maar die schrijft voor. Of zie ik het verkeerd? Die arts schrijft voor. Ja Rut, het volk wil met elkaar vechten. Ze snappen er helemaal niks van. En daarom zal het zo blijven. Want we vechten tegen elkaar. Te suf voor worden. Maar goed, terug naar mijn onderwerp. Soms word je er, daar word ik soms moedeloos van Heidi. Van die, dat stuk. Ja. Als de minister zegt, hè. Hij stelt hier in zijn opmerking, in het artikel. Hij gaat ervan uit dat hij dat gezegd heeft. Ja, de bewindsman gaf enkele financiële overzichten over de medicamentenconsumptie en wees erop, dat er in overleg getreden moet worden met de zorgverzekeraars, de artsen en andere belanghebbenden om het voorschrijfgedrag te standaardiseren. De indicaties wijzen erop dat gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt. Dus hij zegt eerst, jullie moeten meer gaan praten met elkaar, er moet meer overleg zijn. Want de maar hoe komt hij aan die indicaties? Kunt u dat onderbouwen? Dat er gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt. Dat betekent dus dat, nogmaals, als ik Nederlands goed begrijp, degene die medicamenten voorschrijft is een arts. Waar of niet? Ja.
Als u dan stelt als minister dat de indicaties erop wijzen dat de gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt, dat betekent dat u zegt dat de artsen te veel medicijnen voorschrijven? Is dat wat u zegt? Ik weet niet hoe ik het anders moet lezen. Dan stelt hij verder, de samenleving moet gericht geadviseerd worden over medicamenten. Met de focus, is een prachtige zin. Wie gaat weer een commissie, ik hoop het niet. Maar wie gaat die samenleving adviseren? Ik zie een artikel, er is een ding benoemd weer. Een commissie, hè? Tenminste, die waren er al, maar die moeten dus nu weer een nieuw leven worden ingeblazen. Want vanaf 2000 zoveel of van 1985 is het nooit meer bijgehouden. Dus die gaan het weer even nieuw leven inblazen. Prima, moeten we medicijnen klappen? Welke medicijnen hebben we? Maar wat staat er hier nou? Ik bedoel, ik snap er helemaal niks van. De indicaties wijzen erop. Met Gloria, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, met meneer Aswin. Dag meneer Aswin. Oh, mijn telefoon, mijn dingen was niet goed weggedrukt, sorry hoor. Ja, zegt u het maar. Enig probleem zo afjaren, mijn Corrie en mevrouw Gloria. Amor betro tak want als er naar te moeten, dat eerst er een verstandskip zijn. En dat volgens jullie aan competentie, orde? Yes, allemaal verstandskip zijn. Die gaan we precies, jouw taxen met verstand ook. Die leggen het in uw verstand. Ik zeg het dan net zelf, Nederlands, wat zei je dan net? Als je goed hebt begrepen. Het was eigenlijk een retorische opmerking, eigenlijk een sarcastische opmerking van mij, meneer Aswin. Ik doe eerlijk. ik begrijp het goed, maar ik heb het een beetje sarcastisch gesteld. Als ik het goed begrijp, maar voor mij, dat staat er hier. Maar niet iedereen begrijpt het. Nee. Je moet veel gaan uitleggen. Ja. Maar dan maar die is er naar tong. Dat is mijn leren, dat is mijn stabbing. Ik heb geboren Groningen. Maar Loeko nog. Ik begrijp bepaalde stappen. En af met die onderling. Opbreken af. Je denkt je? Ja, man. Dus omdat meer is. Maar heeft meer. Luister even. Kijk, ik blame die mensen niet. Maar bij bepaalde pressie tegen Afro-Namata, Nederlands of Suriname. Als mij gebruikt in taal. Ja. Misnap drap ik niet waarover ze het heeft. Ja. Waarvan te min je takkie. Mijn verstand zei je takkie. Dat zijn ego. Ja. Dat is de oude even niet. Want je kan tegen het allemaal nog spans doen, dat heb je mooi, je hebt maar minder verstaan. Ja, duidelijk. Oké. Allemaal beter dan wat ik wil leren. Oké. Dan verstaan ze de vier. Maar kijk net als Guyana toch. Ja, Guyana spreekt alleen maar Engels. Klopt. Ja. Ja toch, het is beter toch. En ja. Nederlands is een goleri, waarvan als men in het binnenland heel erg naar toe gaat, morgen makkelijk, morgen snel. Ja, maar goed. Onze taal is nog steeds Nederlands, hè. Onze wetten, alles is nog steeds in het Nederlands. Dus het wordt een hele moeilijke. Ja, nou, oké, okay. Tenno aan het draait, dus gegeven de no, we takken Nederlands toch? Is het toch daarom ik een moeilijk solist toe? Ah, is het moeilijk, ja. Oké, okay, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Aswin. Ja, oké, okay, doei doei. Ja, dank u voor zozelfde. Meneer Aswin zegt, hoe moet ik het ook wantalen als een probleem dat dan? Begrijpt iedereen. Maar als ik nogmaals, hier staat de indicaties wijzen erop dat de gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt. Wie geeft die gemiddelde Surinamer te veel medicijnen? Als u het antwoord weet, legt u mij uit. Met Gloria, goedemorgen. U bent live in uitzending. Gloria met Emergo. Meneer Emergo, goedemorgen. Goedemorgen. U mag kinderen pai geven wanneer ze ondeugend zijn, zegt een dochter. U mag kinderen geen pai geven en niet mishandelen, zegt de wet. Omdat de kinderen niet de juiste opvoeding krijgen, worden zij ondeugend en ongehoorzaam. De ondeugende en ongehoorzaamde kinderen probleem wordt gestimuleerd en in stand gehouden. De ouders kunnen de kinderen de juiste opvoeding niet geven, omdat de ouders niet de juiste opvoeding hebben gekregen. Deze ouders en kinderen groeien op zonder gevoelens. En zij worden leugenaars en criminelen. Men gaat niets doen om de kinderen mishandelingprobleem op te lossen. Omdat men dit probleem creëert. En dat is niet goed. Dank u wel, mevrouw Bot. Dank u wel, meneer Emergo. Even terug op het stukje van
mijn laatste stukje over de medicatie. Dus ik val over die zin. En ik begrijp goed Nederlands. Maar meneer, als je dat even nog begrijpt in Nederlands. Kotakasani sa amandis takiko vertaling in Asranantongo. Er staat dan hier. Alasani is sorry dat de meeste Stranamang ik gebruik tumsi, of zwaar tumsi voor perki. Dat ik een heb, ja. Dus dat, maar dan zou ik dan vragen, hoe komt u erbij? Dat betekent u indirect de artsen aanspreekt, of niet? Dat, dankjewel Henna. Dat is wat u indirect aangeeft dus. Want hoe kan ik anders komen aan medicijnen, nogmaals? Mijn behandelende arts, mijn huisarts of de specialist die schrijft voor. Nergens anders. Ik ga niet ergens kopen. Dus als de gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt, dat betekent dat u uw huisartsen moet gaan aanspreken dan. En dan moet de focus, zegt hij vervolgens, moet gaan liggen op adviezen over medicamenten. Wie moet die, dan moet u toch niet bij mij zijn, dan moet u dat aan de artsen vertellen. Het artikel is dan bestemd voor de artsen. Artsen, jullie moeten meer gaan focussen om informatie te geven aan jullie patiënten. Waar is deze medicatie voor? Hoe lang mag u het gebruiken? En wat zijn de bijwerkingen? Dat gaat u opnemen met uw patiënt. Maar wat heb ik hier aan deze vage uitspraken? Spijt me, meneer Ramadien, ik vind het vaag. Is hij boos, Baba Katapni? Met Gloria, goedemorgen. Goedemorgen, met Hugo. Dag, meneer Hugo. Hij heeft niet, de minister heeft niet gezegd dat ze te veel pillen slikken. Hij heeft medicatie gezegd. En als je aan welke Suriname dan ook zegt, ik heb last hiervan, heeft hij medicijn al voor je. Misschien bedoelt hij dat. Dat we te veel medicijnen gebruiken. Ja. Hij heeft nergens gezegd dat, dat we te veel pillen zitten. Die pillen worden voorgeschreven door de dokter. Maar drink Redicatoen, dat zegt de dokter niet. Nee. Oké. Dank u wel. Meneer die heeft de aanvulling gegeven en die zegt, de minister heeft nergens gezegd dat ze pillen slikken. Dan ga ik het inderdaad correct zeggen. De minister zegt dat de gemiddelde Surinamer te veel medicijnen gebruikt. Wat verstaan wij onder medicamenten? Dat is natuurlijk een hele mooie discussie dan. Je hebt medicamenten die je intraveneus inkrijgt. Je krijgt ze via het infuus binnen. Je krijgt ze als nierpatiënten krijg je die dialyse. Als diabeet krijg je je insuline binnen. Of je krijgt een tablet binnen. Dus er zijn inderdaad verschillende medicijnen. En patiënten met een chronische ziekte, zoals nierpatiënten en diabeten, die krijgen via een andere wijze medicamenten binnen. Maar ik denk niet als je een patiënt bent, een nierpatiënt bent, dat je te veel want je hebt het alleen maar nodig om 3 keer per week te gaan dialyseren. En daarnaast moet je ook waarschijnlijk andere medicatie gebruiken om de zaak op peil te houden. En dat is vaak orale medicatie. Pillen dus. Diabetes. Kun je dus ook met insuline, dan spuit je die in. Dat heb je nodig, dat kan je niet te veel gebruiken, want je hebt het nodig. Je moet dat spuiten om je bloedsuikerspiegel op peil te houden. Daarnaast krijg je ook waarschijnlijk medicatie oraal innemen. Mensen met een hoge bloeddruk. Mensen die krijgen dan ook pillen. Staat niet pillen, dat klopt. Medicijnen is een ruim begrip. En de meeste mensen, hun medicatie is toch via een orale inname. Los van de andere mensen met chronische ziekte, die kregen dus intraveneus hun medicatie binnen. De nefroloog gaf in een interview te kennen dat patiënten veel pijnstilling innemen die overal in de winkels te koop is. Overdosing paracetamol. Nou, dan moeten we daarover gaan praten. Dan moet je dat ding benoemen. Waarover, welke medicijnen heeft u het? Dit is een te vaag begrip. Als u zegt, de gemiddelde Surinamers gebruikt te veel pijnstillers, want paracetamol is niet aan te slepen. Of wat hebben we nog meer? Dermatoma van mij, die kan je alleen maar van mij via recept krijgen. Geeft u dat aan? Welke medicijnen gebruiken wij te veel? Maak dat ding helder. Te veel ruis krijg je wanneer je niet goed communiceert. Met Gloria, goedemorgen. Ja, mevrouw Gloria, het ligt toch aan de onderzoekingen die gepleegd moeten worden. Als het te veel is, moet het onderzocht worden waarom.
En hoe gaat hij terug kunnen brengen? Net als COVID toch. We hebben onderzocht en we hebben terug kunnen laten dingen. Maar zo moet het gedaan worden naar alle dingen. Het zijn vragen. Waarom is dat zo? Moeten we onderzoeken en de mensen voorhouden hoe we daarmee moeten omgaan, wat we daarvoor moeten zorgdragen, hoe moet het gebeuren. Dat zijn de deskundigheden dat we moeten gebruiken. We moeten niet blijven praten te veel. We moeten eraan gaan werken. Hoe moeten we het gaan verminderen? Zo is dat. Dank u wel. Oké. Okay. Ja, de minister zegt ook, de focus moet gaan liggen, of moet gericht, laat me het goed zeggen, de samenleving moet gericht geadviseerd worden, gericht, over medicamenten. Dus het bedoelt, hè, duidelijke informatie hebben over medicamenten met de focus op het wel of niet bij hebben gebruiken van bepaalde medicijnen. En dan bedoelt hij, wat bedoelt hij? De focus moet worden gelegd op het veelvuldig gebruik van middelen, waarvan de werkzaamheden in twijfel getrokken worden. Waarover heeft u het? Welke middelen worden waarvan de werkzaamheid in twijfel wordt getrokken? Welke middelen bedoelt u? Neemt u dan een voorbeeld? Zodat wat u wil communiceren naar die anderen, zodat de anderen u begrijpt. Ik weet niet over welke medicijnen het heeft die gebruikt worden, waarvan de twijfel is of ze wel eens weer werkzaam zijn. Bedoelt hij Osodresi? I don't know. Een van de dingen is dat we helder moeten zijn in onze communicatie, zodat je weinig ruis hebt. En ik ga sturen deze vragen naar hem. Ook al is hij boos op mij. We gaan het sturen. Hij heeft gezegd, we mogen hem altijd via de formele weg benaderen. Ik ga deze vraag aan hem stellen. Over welke medicamenten heeft u het? Welke worden in twijfel getrokken? En op welke onderzoeken baseert u dit, dat er indicaties, welke indicaties? Ik ga die vragen stellen, graag. Dan is het voor mij ook helder, want voor mij is het nu niet helder. En artsen krijgen commissie natuurlijk, zeker helemaal in Europa, nog meer dan dat ze dat hier krijgen, maar in Europa echt is het echt een money making business, de farmacie en de food industrie. Ik heb ze altijd genoemd, de maffiabenden. Maar goed, dus dat waren de onderwerpen. Het broodproject heeft u geweten, ik heb het over het kinder... Tehuis gesproken en opvanginstellingen, waar we dus echt naar veel meer moeten gaan letten. Ik ga die vragen sturen naar de minister van Sociale Zaken en naar de minister van Justitie en Politie en vragen wanneer zij met een statement komen dat er echt een onderzoek wordt ingesteld en dat het ding van KKF-inschrijvingen moet worden gestopt. Eerst uw toestemming hebben van SOSAVO. Dat zou het moeten zijn. Laatste telefoontje voor ik eruit ga. Met Gloria, goedemorgen. Ja, Gloria, dat Mazur. Meneer Mazur, goedemorgen. Ik geloof er helemaal niets van, omdat kijk, ik heb een PZS-kaart. Hoe heet het? Die platinum. En toch moet ik voor mij medicijn, want ik ben diabetes, een speciale medicijn, moet ik betalen maandelijks. Afgezien dat ik 1500 per maand betaal, PZS, betaal ik dan voor die medicijn die niet voorkomt bij ze. 2.500 moet ik betalen per maand. Mm-hmm. Voor 30 tabletten. 2.500 per maand moet ik uit mijn eigen zak betalen. Dus eigenlijk, dat heel ding, het heel systeem eigenlijk deugt helemaal niet. Ja. Ach, begrijp u? Ja, maar goed, snapt u het artikel? En misschien, want u bent wat slimmer dan ik. Heeft u het artikel begrepen? Is het helder wat hij zegt? Dat wat? Dat mensen te veel medicijnen. Dat de indicaties erop wijzen dat de gemiddelde Suriname te veel medicijnen, medicamenten gebruikt. Wat voor medicijnen? Als iemand een chronische ziekte heeft, gaat hij toch niet zomaar ziekte. Dat bedoel ik. Dus het is een onduidelijk ding voor mij. Ik ga die vragen hoe ik aan hem stellen. Maar goed, ik moet eruit. Ik dank u wel voor uw bijdrage, meneer Mazur. Ik zou eigenlijk om 11 uur ergens zijn. Ik zie dat ik al een beetje te laat ben. Maar ik ben al aanstaande woensdag weer. Dank u wel voor uw bijdrage. Oké. Ja mensen, ik moet rennen. Ik zou ergens zijn voor een dingetjes. Kijken of ik het nog red. Goed, ik ben er woensdag weer. En ik ga deze dingen sturen naar de minister. En deze vragen stellen. De beller is onversteld. Oké. Goed, ik ga eruit mensen. Ik red het niet meer om daar op deze te zijn. Velasa heer Juru. Tak tak tumsi voeru Gloria. Thank you.
sar sote. Oh, mi ade sar sote. Ma mi sabita quando io co da ciò crimbaca. E mi sabita quando io co o come andrà. Bikawi ale begi iwa moro bulibi masra gade lukunu manaweta. Oké mensen, doei doeg, tot woensdag. Ciao ciao, straks ben ik even live ook weer. Doei doei.